Goedenavond allemaal en welkom bij de webcast Beleggen tijdens Berenmarkten met Vectovest. Ik groet u vanop deze bewolkte, iets wat frisse lenteavond vanuit het mooie Bonaire. Heel fijn dat u in grote getalen bent opgedaagd voor deze webcast. Ik wil allereerst de mensen van de VFB bedanken die ervoor gezorgd hebben dat ik vanavond deze webcast voor alle VFB-leden mag presenteren. In het bijzonder mijn dank aan Ben, Patrick, Inge en Kathleen. Mijn naam is Tom van Ooyen, ik werk als consultant voor Vectovest Europa. Altijd heel mooi als je van uw passie uw job kan maken. Want zelf ben ik, zoals de meesten onder u, een gepassioneerd belegger. En ik gebruik de Vectovest software ondertussen al sinds februari 2013. Ik verzorg voor Vectovest Europa iedere maand meerdere webcasts. En ik presenteer op regelmatige basis workshops op 8 diverse locaties in België en Nederland. Al worden die workshops door de coronamaatregelen voorlopig dus allemaal gestreamd. Ondertussen heb ik ook in het Engels al webcast gepresenteerd voor onze abonnees wereldwijd. Heel fijne ervaring. Vectovest is sinds 2015 actief in België. Het groeit als kool. Een groei die we mede te danken hebben aan onze samenwerking met de VFB. Ieder jaar zijn we present op de VFB Happening, de dag van de tips, en we hebben in het verleden ook al presentaties gegeven op VFB Trefpunten en bij ettelijke beleggingsclubs. Als u vragen heeft, dan is er op het einde van de webcast tijd voorzien voor een Q&A-moment. U kan deze vragen opsturen via de chatbox, al moet ik zeggen dat de chatbox van GoToWebinar niet echt ideaal is. Het makkelijkste voor mij is dat u al uw vragen kort op mail zet tijdens de webcast en ze stuurt naar belgium@vectovest.com, belgium@vectovest.com, en dan kan ik deze op het einde van de webcast erbij nemen. Goed, dit is de agenda voor vanavond. Eerst ga ik heel kort een inleiding geven wat is Vectovest. Dan gaan we het hebben over berenmarkten. Dan de hoofdbrok van vanavond, hoe beleggen tijdens berenmarkten. En als u in de markt wenst te stappen, zou u dan de voorkeur moeten geven aan kwaliteitsaandelen of eerder toch wel aan zwaar afgestrafte aandelen. Ik mag afsluiten met een speciaal aanbod voor VFB-leden. Goed, wat is Vectovest eigenlijk? Wel, Vectovest is Amerikaanse beleggerssoftware die fundamentele en technische analyse combineert. Beide combineren is volgens ons een must om succesvol te kunnen beleggen. Er zijn in totaal 8 databases. Iedere abonnee krijgt toegang tot 2 databases naar keuze. De meeste abonnees kiezen voor de Verenigde Staten en Europa. Goed voor in totaal meer dan 10.100 aandelen. Vectovest wordt gebruikt door gepassioneerde beleggers, zoals u en ik, ook door mensen uit de financiële wereld. Maar stel dat u iemand bent zonder financiële achtergrond, ook dan kan u makkelijk aan de slag met Vectovest. Hoe komt dat? Wel, we maken gebruik van unieke eigen indicatoren die makkelijk te begrijpen zijn voor iedereen. Verder bieden wij u een houvast om de grootste beleggersvijand zijn de emoties uit te schakelen. Goed, dan gaan we het hebben over berenmarkten. En ik veronderstel dat iedereen hier aanwezig wel weet wat een berenmarkt is, maar indien niet, heel kort, een beursindex verzeilt in een berenmarkt van zodra de index met 20% of meer is gedaald sinds de meest recente piek. Wat zien we vaak? Dat berenmarkten vaak worden voorafgegaan door euforie. Ik merkte begin februari op onze maandelijkse workshops eigenlijk vrij veel euforische mensen. Toen wist niemand dat er een berenmarkt achter de hoek loerde. Maar misschien waren die euforische mensen wel een waarschuwingssignaal. En waarom waren de mensen zo goed gezind? Wel, ik zou mezelf kunnen wijsmaken, omdat ze iedere keer zo uitkijken naar de maandelijkse workshops en dus een blij weerzien met mezelf. Maar het had natuurlijk meer hiermee te maken. De beurzen hadden er een fantastisch 2019 op zitten. Ze gingen tot 19 februari 2020 op hun elan door. In heel die periode, van januari 2019 tot de piek van 19 februari 2020, liet de S&P een winst optekenen van net geen 35% en de Nasdaq die ging bijna 53% naar omhoog in ruim 13 maanden. Je zou voor minder euforisch worden. Niet alleen kleine beleggers waren enthousiast, ook de grote jongens waren heel euforisch. Dit waren enkele koppen die ik heb terug kunnen vinden. Don't look now, but Goldman Sachs is saying the economy is nearly recession-proof. Wealthy investors see nothing that will stop this relentless bull market.
En zelfs Ray Dalio, de stichter van het hedgefonds Bridgewater, zei eind januari dat beleggers ook na de forse rally toch nog aandelen moesten kopen, in plaats van een cashpositie op te bouwen. Immers zei hij, cash is trash. Meestal duurt topvorming vrij lang, maar dat was nu niet het geval. Integendeel zelfs. We kregen eerst de allersnelste correctie ooit. De S&P had slechts 6 handelsdagen nodig om in correctiemodus te gaan. Een correctie is een daling van de beurs van de piek van 10% of meer. Maar wie dacht dat daarmee het ergste achter de rug was, wel, die kwam bedrogen uit. De Dow Jones had slechts 19 dagen nodig om van de piek 20% onderuit te gaan en zo in een berenmarkt te geraken. Dat was ongezien snel. Het vorige record dateert van 1987, toen de Dow er 38 dagen over deed om in een berenmarkt te komen. Een berenmarkt die nog vers in het geheugen ligt, dat is die van de financiële crisis. Wel, toen deed men er liefst, dat is hier, 207, deed men 2007, toen deed de markt, de Dow Jones, er 184 dagen over om in een berenmarkt te komen. Het ging met andere woorden nu, anno 2020, heel hard, heel snel, alles onderuit. De S&P had slechts 16 dagen nodig om van zijn all-time high in een berenmarkt te sukkelen. En ook de Nasdaq ging in 16 dagen naar een berenmarkt. De Fed haalde ondertussen het onderste uit de kan. Fed announces the first emergency rate cut since the financial crisis. 12 dagen later. Fed cuts rates to zero and launches massive quantitative easing program. Maar beleggers waren niet onder de indruk, integendeel. Ze redeneerden als volgt. Monetaire stimulus kan een koppige virale pandemie niet tegenhouden. En de beurzen, zij donderden verder naar beneden. Peter Cardilla van Spartan Capital Securities stelde dat de gigantische bedragen die in financiële markten worden gepompt er wel eens voor zouden zorgen dat de wereldwijde economie niet zal instorten, maar dat het al veel te laat was om een recessie die ondertussen al begonnen is te vermijden. Hier ziet u een mooi overzicht van de gemiddelde berenmarkten in de S&P 500. De gemiddelde daling van de S&P 500, de gemiddelde daling van een berenmarkt voor de S&P 500 is 33,5%. Enkel de grote depressie van hier eind jaren 20 werd hier niet bijgeteld. Financiële crisis, die ligt nog vrij vers in het geheugen. Toen daalde de S&P 500 ruim 55% in net geen 17 maanden tijd. Sommige berenmarkten lieten verliezen optekenen van tussen de 20% en 33%. Alleen kwam de daling die we nu meemaken er in slechts 5 weken. De S&P daalde tussen 19 februari eerder dit jaar en 23 maart, dus slechts 5 weken later, daalde de S&P met 33,9%. In de vorige tabel zagen we dat de gemiddelde berenmarkt in de afgelopen 90 jaar een daling van 33,5% liet optekenen. Dat stemt sommige mensen al hoopvol. Hebben we het ergste al achter de rug? Weet echter dat 1/3 van alle berenmarkten sinds 1929 eindigde met verliezen van meer dan 45%. Veel van die zware berenmarkten gingen gepaard met overdreven schuldenlasten en overwaarderingen. Iets waar we nu ook wel mee geconfronteerd werden. Nu, gemiddeld duurt een berenmarkt 15 à 16 maanden. Nu werd de voorlopige low neergezet na 5 weken. Sindsdien kennen we tot op heden een zeer sterk herstel. De najaarscorrectie van 2018, toen de beurzen om en bij de 20% daalden, kenden ook een V-herstel. De low was op kerstavond. Na amper 4 volledige maanden later zette de S&P 500 toen een nieuwe all-time high neer. De vraag van 1 miljoen is natuurlijk, hebben we vandaag de definitieve low neergezet? Niemand weet het natuurlijk. De twee vorige berenmarkten duurden vrij lang. 17 maanden in de financiële crisis en ruim 2,5 jaar bij de dotcom-bubbel. Merk ook op dat in 1987 en 1990 we zeer korte berenmarkten meemaakten. Nu,
Vaak laten kleine beleggers zich foppen. Na 5 of 10% daling op de beurzen redeneert men wel snel, het zijn solden. En men koopt met de laatste cash die men voorradig had. Dat kan soms goed aflopen, bij correcties van 7 à maximaal 10%. Nu, bij langdurige benenmarkten van 30 tot 50% is dit een fatale strategie. Koersen donderen naar beneden, verliezen lopen op en de kleine belegger heeft weinig tot geen cash meer. Deze titel somt eigenlijk alles op. Eind februari in het laatste nieuws. Oké, het is het laatste nieuws, maar het nieuws kwam van een Belgische broker waarin stond dat de kleine belegger was die volop aan het aankopen was. Eind februari. En wat volgde was pijnlijk voor sommige beleggers. Tussen 28 februari en 16 maart daalde de BEL20 met nog eens 27%. De financial crisis van 2007 tot 2009, waarvan u hieronder de grafiek ziet, was dus een langdurige daling die liefst 17 maanden duurde. Een van de lessen die we hieruit moeten onthouden is dat er tijdens deze langdurige daling toch een aantal zeer sterke opwaartse rallies plaatsvonden. We noemen dit bear market traps. Je zou kunnen denken dat de bodem achter ons ligt. Hier zien we opgaande rallies in maart-april 2008, in juli-augustus 2008, maar vooral deze, hier. Tussen 20 november 2008, hier, en 6 januari 2009, daar, stegen de beurzen met 24%. Maar, helaas, nadien volgde er nog één klap die de S&P nog eens 27% lager zou zetten. Nu, terwijl de markten in elkaar klappen, is het cruciaal om te onthouden dat headlines in de financiële pers vaak het meest somber zijn dicht bij de bodem van de markt. De bodem van de markt van de financial crisis was 9 maart 2009. Kijk eens naar het aantal artikels uit eind januari 2009. Economists predict continuing economic gloom for the US during the next 4 years. Januari 2009. Economists react worst conditions for construction since 1930s. And economics new plunge is the worst in a quarter century. Allemaal januari 2009, een zestal weken voor de low van die zware benenmarkt. Beleggers die gaan wachten tot alle coronaproblemen achter de rug zijn en het economisch teruggoed zal gaan, wel, die zullen zien dat op die dag de beurzen al veel hoger staan sinds hun low. Nu, wat drijft de markten? Volgens Vectorvest zijn er 3 zaken die de markten drijven. Earnings, logisch, inflatie en ook rentevoeten. En hier ziet u allerlei scenario's waaruit we kunnen proberen af te leiden in welk scenario we nu zitten. Ik denk dat iedereen het met mij eens zal zijn dat we in scenario 7 zitten. De winsten die worden allemaal neerwaarts bijgesteld. Inflatie is dalende. Denk alleen al aan de zeer lage olieprijzen de dag van vandaag. En de rentevoeten die zijn ook allemaal heel laag. Dat maakt dat we in scenario 7 zitten, bear market prevails. Goed, we weten nu meer over een beermarkt. We gaan eens kijken hoe je volgens Vectorvest kan of moet beleggen tijdens berenmarkten. Hoe gaan we dat doen? Wel, we gaan eerst kijken hoe wij stellen dat wanneer u mag kopen en wanneer u niet mag kopen. We gaan eens kijken of dat in het verleden gewerkt heeft. We gaan eens kijken wanneer wij vinden dat u aandelen zou moeten liquideren. En dan heel interessant, denk ik, dat een berenmarkt is volgens mij toch wel een opportuniteit voor een lange termijn belegger. En dan gaan we kijken naar de situatie vandaag op de markt volgens Vectorvest. Maar dus eerst, wanneer kopen en wanneer niet kopen? Wij zeggen dat u als belegger alles fout kan doen qua aandelenselecties, maar als u op de juiste momenten in de markt zit, dan gaat u vermoedelijk toch geld verdienen. Als u als belegger ook nog eens de gave heeft om toch goede aandelen te selecteren in goede beursjaren, wel, dan zit u eigenlijk helemaal op rozen. Hier ziet u een zestal Amerikaanse aandelen, deels groeibedrijven en deels kwaliteitsbedrijven volgens de criteria van Vectorvest. En we gaan eens kijken hoe dat deze aandelen de afgelopen 5 jaar hebben gepresteerd. Dus dit is de ticker van het aandeel, dit is de koers april 2015,
De koers 5 jaar later en dit is het rendement. Adobe, heel mooi aandeel vind ik persoonlijk, is in 5 jaar met liefst 349% gestegen. Amazon hoef ik u zeker ook niet voor te stellen, in 5 jaar plus 441%. Lululemon, plus 220%. Lululemon, verdeler eigenlijk, van vooral sportkledij. Ze zijn er al bekend voor hun yogapakjes en toebehoren die u ook bij de fitness, voor de fitness kan gebruiken. Zeker eens opzoeken, heel interessant bedrijf ook. Heeft ook een heel mooi parcours afgelegd. Microsoft, vanavond na beursresultaten, plus 264%. Nvidia, groeibedrijf, plus 1200%. En Thermo Fisher, ook wel een van mijn favoriete aandelen, de afgelopen 5 jaar, plus 152%. Dat zijn mooie rendementen en dit is dan exclusief dividend voor de bedrijven die een dividend uitkeren. Maar, Vectorvest zegt ook, u kan als belegger alles goed doen qua aandelenselecties. Als u op de verkeerde momenten in de markt zit en u gebruikt geen stoploss, dan toch zal uw geld verliezen. Gaan we eens kijken naar dezelfde aandelen hier, maar dan voor de periode 2 januari 2008 tot en met 31 december 2008. Adobe net niet gehalveerd. Amazon min 46%. Lululemon min 82%. Microsoft, kan u zich inbeelden dat u Microsoft kan kopen na een daling van 44%? Het was mogelijk eind 2008. Nvidia zag 3/4 van haar beurskapitalisatie gewoon in rook opgaan. En Thermo Fisher daalde min 38%. Met andere woorden, Keynes zei ooit, the market can stay irrational longer than you can stay solvent. En dat is ook zo. In 2008 alleen al daalde de S&P met 38%. En dan wordt het gevaarlijk. Emoties nemen de overhand. U gaat foute beslissingen nemen. U moet als belegger altijd een plan hebben. Wij vinden dat u moet weten wanneer u mag kopen en wanneer u niet mag kopen. U moet weten wat u gaat kopen en u moet weten wanneer u gaat verkopen. En dat bedoel ik als ik zeg dat beleggers een houvast moeten hebben, net om die emoties uit te schakelen. Als ik een mail ontvang met daarin bouwde uitspraken zoals de beurs gaat volgend jaar met 30% stijgen of de beurs gaat sowieso crashen, dan druk ik spontaan eigenlijk op de delete-knop. Niemand kan de beurs voorspellen, ik zeker niet. Ik blijf dus altijd in de markt. Maar er is wel degelijk een maar. Door een bepaald systeem kan het wel zijn dat mijn cashpositie wordt opgebouwd als aandelen door de stoploss gaan. Of mijn cashpositie wordt verkleind als ik op bepaalde momenten aandelen ga kopen. Wij kunnen de markt niet voorspellen. En toch hebben wij up- en down-signalen. Signalen die zeggen wanneer u aandelen mag kopen of wanneer u defensiever moet gaan. Het zijn onze confirmed calls, onze meest trage, conservatieve signalen. De meest trage, dat betekent ook de meest betrouwbare. Want hoe sneller u een signaal gaat gebruiken of volgen, hoe meer kans op een vals signaal. Hoe moet u deze confirmed calls nu interpreteren? Wel, bij een confirmed call up, dat is het moment dat wij tegen onze abonnees zeggen u mag aandelen kopen, liefst op de eerste dag van een up-signaal. Zorg er dus voor dat u uw huiswerk gedaan heeft en dat uw kooplijstje ten allen tijde klaar staat. U zal zien dat dit vaak, niet altijd, maar wel vaak het begin is van een opgaande trend. Bij een confirmed call down zeggen wij tegen onze abonnees, blijf in de markt. Je kunt niet weten, wie weet wordt het een beperkte daling, wie weet wordt het een gezonde correctie, wie weet wordt het een bedemarkt. Niemand weet het. Daarom, blijf in de markt, maar stop met het kopen van aandelen. Dat laatste is heel belangrijk. Een confirmed call down kan dus leiden tot een beperkte daling, een correctie van 10%, een bedemarkt van 30% of meer. Niemand weet hoe ver die daling zal duren, hoe lang die daling zal duren. Daarom zeggen wij, koop nooit aandelen aan het begin van een confirmed call down. Gaan we naar een echte bearmarkt en als u uw stoploss respecteert, dan zal uw cashpositie vergroten en op een bepaald moment volledig cash zitten. Ik herhaal nog eens, wij kunnen de markt niet voorspellen, wij doen geen poging. Maar we hechten wel veel belang aan de trend van de markt.
Iedere zware daling van de markt is begonnen met een kleine daling van 2 weken. Je zou kunnen denken, om de trend van de markt te herkennen, ga ik kijken naar de Bel 20. Maar de Bel 20, dat zijn ook arme 20 aandelen. De Dow Jones, die gaat u ook niet voorthelpen, want die bevat slechts 30 aandelen. Je zou kunnen zeggen, ik ga kijken naar de S&P 500. Dat is effectief een goed begin, want dat is al 500 aandelen. Dan kijkt het toch al naar de beweging, naar de trend van een grote groep aandelen. Wij kijken bij Vectovest naar de ganse database. Wij kijken naar de trend van 8100 Amerikaanse en 2000 Europese aandelen. Nu gaat er een technisch gedeelte volgen van 5 minuten. Ik zou zeggen, bijt even door en dan zien we straks tot wat die up- en down-signalen kunnen leiden. En vooral waar de opportuniteiten in een berenmarkt liggen voor beleggers. Hier ziet u een screenshot uit onze software, de Color Guard. Die ziet u hier. Achteraan hebben we onze calls. Ofwel een confirmed call-up, ofwel een confirmed call-down. En u ziet dat we eind februari voor USA een confirmed call-down krijgen. Ik ga eerst deze 2 kolommen toelichten. Dit is onze eigen index. De price. BSR staat voor de buy-to-sell ratio. En dus de confirmed calls die hebben we eigenlijk net al besproken. Onze fameuze signalen die u zeggen dat u in de markt mag stappen of dat u defensiever moet worden. De eerste kolom, hier ziet u price staan. Vectovest heeft dus een eigen index. Wat is dat, die eigen index? Wel, dat is het rekenkundig gemiddelde van alle aandelen uit de Amerikaanse of uit de Europese database. Op dezelfde manier hebben we dus indexen voor alle databases. Nu, wat zit er in onze Amerikaanse of in onze Europese index? Alle aandelen, behalve de kleine en de centjes aandelen, die halen we eruit. Van de rest nemen we een rekenkundig gemiddelde. Ieder aandeel is dus even belangrijk. En net dat is heel belangrijk om de trend van de markt te herkennen. Een niet-abonnee die heeft natuurlijk niet toegang tot onze eigen index. Maar zoals gezegd, u zou kunnen beginnen met de trend van de S&P 500 telkens op weekbasis te bekijken. Ik ga straks ook nog een truc geven waar ook niet-abonnees toch onze up- en down-signalen via het internet kunnen volgen. Nu, hoe gaan we die trend van de markt herkennen? Wel, wij zeggen, vergelijk altijd de index van vandaag met die van 5 dagen geleden. Waarom 5 dagen geleden? Wel, wij zeggen, one day doesn't make a trend. Een tweet van Trump kan straks de markten 3% hoger of lager sturen. Daarom kijken we altijd niet op 1 dag, maar wel op 5 dagen geleden. In dit voorbeeld zie je dat we 28 februari gaan vergelijken met 21 februari. En 21 februari gaan we nog eens vergelijken met 5 handelsdagen ervoor. In dit geval 13 februari. Je zou denken, ja, waarom niet met 14 februari? Wel, op maandag 17 februari waren de Amerikaanse beurzen gesloten wegens President's Day. Daarom vergelijken we dus altijd met 5 handelsdagen geleden. Wat moet u nog onthouden? Dat is onze eigen index. Telkens op weekbasis bekijken. En deze kolom is ook belangrijk. Deze kolom is de buy-to-sell ratio. BSR staat dus, inderdaad, ja, sorry, ik was even naar iets anders aan het kijken. BSR staat voor de buy-to-sell ratio. Ieder aandeel uit onze database krijgt iedere dag opnieuw een aanbeveling. Buy, sell of hold. Die aanbevelingen die hebben niks te maken met aanbevelingen van analisten. Nee, als een aandeel aan bepaalde parameters voldoet, dan springt het op buy. Als een aandeel door de stop los gaat, dan springt het op sell. Wat gaan we nu doen? We nemen het aantal buys en we delen dat door het aantal sells. En dat geeft onze buy-to-sell ratio. Waarom doen we dat? Wel, we stellen in een gezonde markt, en daarmee bedoel ik dus een stijgende markt, in een gezonde markt zijn er meer aandelen die op buy staan dan op sell. In een gezonde markt noteert die buy-to-sell ratio dus boven de 1. En dan hier de laatste kolom, onze calls. Onze fameuze confirmed calls up. Of confirmed call down. Hoe krijgen we nu een confirmed call up? Wel, dan moet er aan 2 voorwaarden worden voldaan. Onze eigen index die moet
twee keer vijf opeenvolgende dagen stijgen. En de tweede voorwaarde is, de buy-to-sell ratio moet boven de 1 eindigen. Als beide voorwaarden vervuld zijn, op die moment zullen we terug gaan naar een confirmed call up. Hoe zijn we nu eind februari in een confirmed call down verzeild geraakt? Wel, onze eigen index daalde telkens op weekbasis. U ziet dat hier, hè? 46 is lager dan $51,90 en $51,90 is lager dan $52,20. Twee keer vijf op een volgende dagen, daling. Tweede voorwaarde, buy-to-sell ratio zat toen al ruim onder de 1. Twee voorwaarden zijn vervuld en zo krijgen we dus een confirmed call down. En zo komen deze signalen al ruim 30 jaar tot stand. Vectovis bestaat sinds 1989. Bij een up-signaal, dat u kan herkennen door een groene driehoek op de grafiek, zeggen wij tegen onze abonnees, stap in de markt. Het is het laatste signaal dat we geven, het meest trage signaal, dus stap in de markt op de eerste dag van een up-signaal. Daartegenover, bij een down-signaal zeggen wij, u blijft rustig in de markt. Maar stop met het kopen van aandelen. Een down-signaal kan u herkennen door de rode driehoeken op de grafiek. U moet ten allen tijde uw stoploss respecteren. Dat is ook heel belangrijk. We gaan eens kijken hoe dat dit in het verleden heeft gewerkt. Dus nog eenmaal, confirmed call down, twee keer vijf op een volgende dagen daling, buy-to-sell ratio lager dan 1, dan krijgen we een rode driehoek. Periode waar we misschien liever niet aan herinnerd worden, de financiële crisis, de zware bearmarkt, die toen in oktober 2007 begon. We zien hier drie weken later, op 1 november 2007, kregen we een rode driehoek. Het signaal dat wij tegen onze abonnees zeggen, stop met het kopen van aandelen en respecteer uw stoploss. Dit eerste down-signaal duurde liefst 5 maanden. Dan kregen we in april een up-signaal en dan een volgend down-signaal, dat was hier op 11 juni 2008. En deze is toch wel een heel belangrijke. Dit down-signaal duurde liefst 7 maanden. Als u nooit koopt tijdens een down-signaal, dan vermijdt u hier dat al die aankopen die u anders wel zou doen, gaan leiden tot bijkomende extra verliezen. En als u nooit koopt in een down-signaal en u respecteert uw stoploss, wel, dan bent u tijdig cash. Hier gaan de beurzen enorm onderuit, dus de kans is reëel dat u hier volledig cash bent. En zo mist u heel die zware daling ook van in het najaar. Stel dat u alle pech van de wereld heeft en u stapt hier op de top in met een trekker op de S&P 500. U gebruikt geen stoploss, u blijft rustig in de markt zitten, dan gaat u op de low van 9 maart 2009 een verlies hebben van 55%. U weet, als uw belegging op 55% verlies staat, dan moet die al 120% stijgen om terug break-even te gaan. Nu, wat raadt men mensen aan? Gespreid instappen. Mensen gaan zeggen, je kan de beurzen niet voorspellen, koop daarom iedere maand voor hetzelfde bedrag aandelen bij. Wel, met het eerste ben ik volledig akkoord. U kan de beurzen onmogelijk voorspellen. Maar bij het tweede gedeelte ben ik helemaal niet akkoord. Als u iedere maand gaat bijkopen, bijvoorbeeld op de eerste van de maand, dan koopt u hierbij, hier, 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 hier. Iedere keer gaat u bijkopen. En dat mondt allemaal uit in extra verliezen. Daarom dat wij tegen onze abonnees zeggen, bij een down-signaal, hier konden wij ook niet weten dat de beurzen gingen crashen, maar wij zeggen, oké, down-signaal, stop gewoon met het kopen van aandelen. Want al die aandelen die u anders had gekocht, monden uit in extra verliezen. Gaat u met ons systeem geld verliezen? Absoluut, want in een bearmarkt van 55%, daar kan u onmogelijk ongeschonden uitkomen. U ziet bijvoorbeeld, u ziet hier aan de top in de markt, we krijgen dan wel hier een down-signaal, dus hier stopt u met kopen van aandelen, maar goed, eens dat delen we portefeuille alle aandelen door de stoploss zijn gegaan, ja, hebt u toch een heel deel verlies aan uw broek. Hier stapt u terug in, dat gaat goed. Nieuw down-signaal, hier, u blijft in de markt. U leidt verliezen en hier zal u waarschijnlijk
Met deze rode candle zal u waarschijnlijk helemaal uitgestopt zijn en zit u volledig cash. Maar u zal de schade beperken, want u gaat veel vlugger cash zitten en u gaat nooit aandelen bijkopen in een down-signaal. U kijkt dus eigenlijk aan de zijlijn toe als hier de markten in elkaar klappen. Hier hebben we dan terug een up-signaal gekend. Dat bleek een vals up-signaal te zijn, werd gevolgd door een nieuw down-signaal, derde finale daling van de markt. Dus u ziet, het kan altijd een vals up- of down-signaal zijn. Dat kan altijd. Daarom dat we zeggen, neem gewoon geen risico's. Als de beurzen na een down-signaal terug beginnen te stijgen, des te beter. U blijft in de markt, dus wij gaan de markt niet voorspellen. Maar als de beurzen toch echt blijven dalen, dan zal u beschermd zijn door uw stoploss. Op onze workshops doen we eigenlijk iedere maand backtesten van strategieën op kwaliteitsaandelen. En uit die backtesten blijkt dat we tijdens de ultieme backtest, en wat is voor mij de ultieme backtest? De ultieme backtest is dit. Instappen op de top in 2007 en uitstappen op de low van 9 maart 2009. En we zien dan met onze strategieën, die het systeem hanteren dat ik net heb uitgelegd, dat we de verliezen kunnen beperken tot 20 à 28%. Meestal zit het daartussen. Als uw portefeuille 20% daalt, dan moet u 25% stijgen om break-even te gaan. Als uw portefeuille 25% is gedaald, dan moet u 33% stijgen om break-even te gaan. Dat is veel beter dan wanneer u een daling van 55% te verwerken krijgt. Want dan moet je al 120% stijgen om break-even te gaan. Ik kan me inbeelden dat iemand als abonnee gaat zeggen, ja, dat is leuk, ik neem hier een abonnement en ik mag 7 maanden geen aandelen kopen van u. Moet ik daarvoor abonnementsgeld betalen? Wel, achteraf gezien denk ik dat u heel blij gaat zijn dat u in deze periode geen aandelen heeft gekocht. We hebben vanaf juli 2018... tot januari 2019 hetzelfde gat voor de Europese markten. 7 maanden een down-signaal. U mocht 7 maanden geen aandelen kopen. Achteraf gezien, toch heel goed dat u in die periode eigenlijk geen aandelen dan heeft gekocht. 2007-2009, dat was natuurlijk een uitzonderlijke situatie maar. Enfin, gelukkig maar, want we gaan eens kijken hoe dat dit systeem de afgelopen 5 jaar heeft gewerkt. Afgelopen 5 jaar hebben we een bearmarkt te verwerken gekregen. We hebben een daling van 20% meegemaakt en we hebben enkele correcties gehad van 10%. Onthoud, een down-signaal kan een kleine daling worden. Vrij veel down-signalen is de daling beperkt. Het kan een gezonde correctie worden van 10%. Het kan uitmonden in een berenmarkt. Koop daarom nooit aandelen bij. We zien hier in december 2015 een down-signaal. Dit werd gevolgd door 10% daling. Dubbele bodem 20 januari en 11 februari 2016. Een down-signaal 1 week voor de Brexit. Nu, de Brexit dat was allemaal heel snel vergeten en vergeven, maar goed, toch belangrijk dat je hier niet vlak nog bij liet bij te kopen. Een down-signaal, veel onzekerheid in de markt naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in de USA. In zijwaarts bewegende markten, dat vind ik meestal de meest vervelende, kan je wel eens een afwisseling hebben van up- en down-signalen, omdat die buy-to-sell-ratio altijd rond de 1 dan licht te schommelen. Hier zien we een down-signaal met een beperkte daling. Hier was de daling eigenlijk niet heel. Dit was februari 2018, 10% correctie. Dit was wel een hele goeie, op 4 oktober 2018, 20% daling. Een down-signaal in mei 2019. Mei 2019 was de zwakste meimaand op de beurs in 10 jaar. En dan hebben we hier nog een down-signaal gekend. Dit was eigenlijk geen vals, het was een beetje een voorloper. En dan dit down-signaal kwam er op 27 februari. Ja, en nadien zijn de beurzen in maart helemaal onderuit geklapt. Wanneer krijgen we nu een confirmed call-up? Nog even herhalen. Onze index stijgt 2 keer 5 opeenvolgende dagen. Die buy-to-sell-ratio zit boven de 1. Op die moment zeggen wij tegen de abonnees, dit is het laatste signaal dat we geven om u in de markt te krijgen. Ik heb ze hier allemaal gehighlight. En u kan zien, en u kan allemaal achteraf de slides van mij krijgen, dat is geen probleem. U kan zien dat hier de meeste up-signalen worden gevolgd door een opgaande trend. Hier doet hem dat niet. Uiteindelijk is hem toch vertrokken. Up-signaal stijging, up-signaal stijging. Soms hebben we een valse.
Dit hier, dit was zo'n typische topvorming. Vals upsignaal kan altijd. Dit was midden januari 2019. Geweldige rallies toen gevolgd tot begin mei. En u ziet het, dit was ook een hele mooie rally. En dit was dan weer een vals signaal, eigenlijk heel dicht bij de top. Daarom dat wij ook zeggen tegen de abonnees, zet niet al uw geld in op het eerste, het beste upsignaal. Want als het dan eens een vals upsignaal is, ja, dan zit u eigenlijk al op een verkeerd moment in de markt. Stap geleidelijk in, zet uw geld eigenlijk geleidelijk in de markt bij verschillende upsignalen. Eigenlijk hebben we tot nu toe eigenlijk alleen gehad over wanneer kopen en wanneer niet kopen. Maar wanneer gaat u verkopen? Wel, wij zeggen, u houdt uw aandelen altijd bij, tenzij ze door de stoploss gaan. En onze stoploss is een combinatie van technische en fundamentele analyse. We kijken enerzijds technische analyse. Technische analyse, wat bedoel ik daarmee? We kijken naar het 65-daags voortschrijdend gemiddelde van de slotkoers. Nu, daarvoor heeft u Vectorvest niet nodig. Dat kan iedereen zo terugvinden. Maar, wat is de meerwaarde van Vectorvest? We gaan ook rekening houden voor de stoploss met fundamentele analyse. Wat bedoel ik daarmee? De bedoeling is dat u aandelen in portefeuille heeft, kwaliteitsaandelen, die liefst ettelijke jaren zo lang mogelijk in uw portefeuille blijven. Daarom gaan we bij bedrijven met uitstekende fundamentals de stoploss bijna letterlijk naar beneden trekken. Dat zijn aandelen die, als we gezonde correcties hebben van 10%, aandelen die net niet op sell zullen springen. Want wij willen dat die in uw portefeuille blijven. U heeft gezien dat Adobe 48% is gedaald in 2008. Bij berenmarkten zal uiteindelijk alles door de stoploss gaan. Maar bij gezonde correcties, die we toch regelmatig meemaken, wel, die zullen ervoor zorgen dat aandelen zoals Adobe net niet door de stoploss gaan en nadien hernemen. Daartegenover, bedrijven met zwakke fundamentals, daar willen we dat u die aandelen sneller gaat liquideren. Dus wat gaan wij doen? Bedrijven met zwakke fundamentals, daar gaan we de stoploss net naar boven trekken. Want we willen dat u die bedrijven met zwakke fundamentals, dat u die sneller liquideert. We gaan eens een aantal voorbeelden erbij nemen. En u zal zien in deze webcast, ik doe een beetje een mengeling van Amerikaanse en Belgische aandelen. Eerst een aantal Belgische aandelen. 5 vrij populaire Belgische aandelen. AB InBev. AB InBev, we zien hier de grafiek. Rechts onderaan ziet u dat de grafiek op 1 jaar. AB InBev piekte vorig jaar, vorige zomer, nog rond de €90. En hier op 25 oktober 2019, 10% onderuit. En AB InBev sprong op cel aan €73. Ik zal het nooit vergeten, want die avond was ik, die donderdagavond, de 24e, was ik een gastpresentatie aan het geven voor een beleggingsclub uit Gaveren. En zij hadden AB InBev in portefeuille. Dat dondert dan 10% naar beneden en Sanderdag springt dat dus op cel. Wel, ik hoop, ik weet het eigenlijk niet, alhoewel ik een aantal mensen nog steeds contact heb van die club, ik hoop dat ze dat aandeel toen ook geliquideerd hebben. Want AB InBev sprong op cel aan €73. En AB InBev is helemaal onderuit gegaan, zelfs tot €30. Afgelopen week heeft het terug wat herpakt. Dit is de slotkoers van maandag 27 april. Maar u ziet, als u hier niet heeft verkocht aan 73, en erger nog, stel u voor dat u hier kocht aan 73, we noteren hier vooraan in de 40, reken maar uit hoeveel AB InBev moet stijgen vooraleer u terug break-even zit. Ageas. Op zich fundamenteel heel interessant bedrijf, maar heeft natuurlijk ook gigantische klappen gekregen. Daarmee dat wij ook zeggen, in berenmarkten gaat alles hopeloos onderuit. Daarom respecteer toch een stoploss. Ageas piekte hier rond €55, dat was in december. En op 21 februari, 2 dagen na de piek in de Amerikaanse markten, sprong het aandeel op cel aan €47. U ziet hier ook, ik heb ook de stoploss gehighlight. Dus de koers eindigt onder de stoploss, dan springt het aandeel op cel.
We staan hier aan 30 euro. Om terug te gaan naar pak 48 euro, moet u toch alweer 60% gaan stijgen. Dan lijkt het beter van de stoploss te respecteren en dan eventueel op lagere niveaus dus terug in te stappen. Barco, ook een heel mooi bedrijf. Barco piekte rond de 250 euro en eind februari sprong het op sale aan 199 euro. Met grote verbazing denk ik dat we allemaal hebben gezien hoe Barco verder is gedaald van 200 euro naar 105 euro. Nogmaals, in berenmarkten klapt alles in elkaar. Barco ondertussen wel al vrij mooi hersteld. KBC sprong op 62 euro. Is ook helemaal onderuit gegaan. Is ondertussen wel wat hersteld. En tot slot Kinepolis. Ja, ik hoef er geen tekening bij te maken, hè, met corona. We zagen hier begin februari nog koersen boven de 60 euro en we zijn onder de 30 euro gegaan. Dat is natuurlijk pijnlijk. Men zegt altijd, de corona, dat is een zwarte zwaan, dat konden we niet zien aankomen. Wel ja en nee, uiteindelijk wisten we eind december toch al van corona in China. Dus eigenlijk hadden we het toch wel een beetje kunnen zien aankomen. Maar u ziet hier, als u Kinepolis verkoopt op 50 euro, dat u toch wel aan heel wat miserie bent ontsnapt. Nu, beleggen is voor een groot gedeelte ook psychologie. Clichés die zijn allemaal alleen maar clichés, omdat ze zoveel waarheid bevatten. En hetzelfde geldt voor beurswijsheden. Zoals daarnet gezegd, het allerbelangrijkste bij het beleggen is uw verliezen beperken. Het is misschien een vrij extreem voorbeeld, maar toch. 3D-printing, 3D-systems, het aandeel. Dat is niet zo fraai, die grafiek. En we dalen hier op een jaar en een half van $55 naar $8. Wel, 3D-printing was een hype in 2012 en 2013. Nadien volgde de realiteit. Allemaal zijn ze terug naar afgegaan. Helaas zijn er veel grafieken zoals deze. Je moet het niet te ver gaan zoeken. Ik denk spontaan alleen al maar aan Nirstar van Bels. Beperk uw verliezen is toch o zo belangrijk. Bovenaan ziet u de balk met aanbevelingen. Wit met H is hold, rood met S is sell en groen met B is buy. Nu, in dit geval ziet u geen enkele groene balk. Dit aandeel is dus op anderhalf jaar gedaald van 55 naar $8, heeft voortdurend op sell en hold gestaan, nooit een buy. Als u gans die daling bent ondergaan, van 55 naar 8, wel om terug break-even te gaan van 8 naar 55, dan moet ik helaas zeggen, bon chance. Ik vrees dat dat niet snel gaat goedkomen. U ziet ook dat de grafiek loopt tot februari 2016. En ik ben van de middag nog eens gaan kijken. En 4 jaar later staat 3D Systems op $8. Wat is een grote fout van veel beleggers? De markten beginnen te dalen. Welke aandelen houdt men bij? De kneusjes, de losers. Welke aandelen gaat men verkopen? De winnaars uit de portefeuille. U moet eigenlijk net het omgekeerde doen. U moet uw winnaars koesteren. U moet uw winsten laten oplopen. Dit vind ik persoonlijk een prachtig aandeel, het aandeel Pfizer. Dus niet de farmagigant Pfizer, maar wel Pfizer met als sticker FISV. Dat is een grafiek op ruim 8 jaar. Pracht van een grafiek, gestaag stijgend, zonder al te veel volatiliteit. De enige dalingen die u ziet, en die zijn er wel degelijk, de enige dalingen die u ziet, wel, die gaan altijd gepaard met marktcorrecties. Najaar van 2018. De beurzen dalen 20%, Pfizer daalt ook serieus aantal percentages. Ik heb het nu niet opgezocht, ik weet het niet van buiten, maar Pfizer gaat ook hard naar beneden. Maar topaandelen die herstellen altijd heel snel. We zien hier de wintercorrectie van 2016, de zomercorrectie van 2015. Dus dan corrigeren die aandelen mee, maar die aandelen die rebounden altijd heel snel. Ook vandaag, ondanks die stijging van 15 naar hier $99, heeft het aandeel volgens ons nog steeds een mooi lange termijn koerspotentieel en uitstekende fundamentals. U moet niet over de plas gaan om topbedrijven terug te vinden. Ook bij onze zuiderburen noteert een interessant aandeel met een prachtige grafiek, namelijk Teleperformance. Kijk naar die aanbeveling bovenaan. Dit is een grafiek op
7,5 jaar. En het aandeel staat hier voortdurend op buy en hold, al die jaren. U verkoopt het aandeel enkel als het op sell staat, want wat zeggen wij bij het beleggen? Let your profits run, cut your losses. Laat uw winsten oplopen en beperk uw verliezen. Dus als u uw winsten laat lopen, dan blijft u ettelijke jaren in dit aandeel zitten. Dit is de grafiek, dat ziet u rechts onderaan tot maandag 27 april. Ik heb gezien dat vandaag, woensdag 29 april, het aandeel nog eens stijgt met 7%. Puur, u raadt het al, op kwartaalresultaten. Wel, ik denk dat ik toch mag zeggen dat u dankzij Vectorvest makkelijk aandelen terug kan vinden zoals Pfizer, zoals Teleperformance, gewoon door aandelen te sorteren op onze safety indicator. De relative safety, daarover heb ik het straks nog. Bij ons noteert ook zo'n pareltje, namelijk Sofina. Kijk eens naar de weekgrafiek op 8 jaar. Op 8 jaar is dit aandeel 1 keer op sell gesprongen en dat was hier. Wat valt ook op, en daarmee dat ik altijd zeg, kwaliteit herstelt heel snel van zodra de markten hernemen, herstelt kwaliteitsaandelen als eerste. Sofina heeft gans die bedemarkt al verteerd. Sofina is gedaald van 220 naar net geen 150 euro. En in de afgelopen 5 weken is het teruggestegen van rond de 150 euro naar 219 euro. Het aandeel heeft zowaar al een nieuwe all-time high neergezet. En dan komen we bij een heel interessant punt. Biedt een bearmarkt kansen voor de lange termijn belegger? Ik ben overtuigd van wel. Keynes die ooit zei, the market can stay irrational longer than you can stay solvent. Maar ik zeg al jaren op de workshops, hou altijd wat cash achter de hand. Zeker wetende dat USA al sinds 2009 in een stijgende trend zit en we gemiddeld om de 10 jaar toch een recessie te verwerken krijgen. En ook, uw cashpositie die wordt automatisch opgebouwd als u uw aandelen verkoopt, als ze door de stop losgaan. Denk aan die voorbeelden die ik daarnet liet zien van AB InBev, van Kinepolis, van Ageas. Zo gaat uw cashpositie automatisch vergroten. Maar wanneer die cash dan aan het werk zitten? Tijdens berenmarkten of toch afwachten? Wel, ik zou zeggen, als de markten overdrijven, dan kan je al overwegen om stap voor stap kwaliteitsaandelen op te pikken. Kwaliteitsaandelen die overdreven afgestraft werden. Maar hoe zie je dat nu, dat de markt overdrijft? Wel, daarvoor moet ik teruggrijpen naar onze color guard. En hier ziet u een kolom RT. RT staat voor Relative Timing, dat is onze eigen technische indicator. Noteert op een schaal van 0 tot 2. Boven de 1 is het momentum positief, onder de 1 is het momentum zwak. Stel dat u nieuw bent in het beleggen, of stel dat u vooral fundamenteel belegger bent en niets kent van technische analyse, wel geen probleem. Kijk gewoon naar de relative timing. En wanneer is de relative timing interessant? Bij uiterste. Hier ziet u de Amerikaanse index, onze eigen index, dus de Vectorvest index. En wat zien we? Dit is een grafiek op 12,5 jaar. Onderaan staat de RT, het momentum dus. Ik heb de lijn, de horizontale lijn getrokken op 18 maart 2020. En we zien dat de markten toen enorm aan het overdrijven waren. Is dat zo'n moment om kwaliteitsaandelen op te pikken? Wel, hoe kan u dat zien? 18 maart. De relative timing staat op een niveau van 0,39. Wanneer was de enigste keer dat het momentum even laag stond? Dat was in het najaar van 2008. Op die moment weet je dus dat de markten zwaar aan het overdrijven zijn, dat er eigenlijk wel een technisch herstel moet volgen. Dat het een V-herstel wordt, een W-herstel, dat kan niemand voorspellen. Maar de markten waren zo extreem afgestraft. Het momentum was even laag als in het najaar van 2008. En in het najaar van 2008, dat vond ik toch nog wel iets anders. Toen was het financiële systeem stond toen op wankelen. En dan weet je eigenlijk, de markt is aan het overdrijven. Nu, op dit eigenste moment kan niemand weten dat 18 maart de bodem is van deze beermarkt. Niemand weet dat. Het zal er een beetje van afhangen, denk ik persoonlijk dan, of dat we in het najaar nog een tweede, misschien zwaardere
coronagolf te verwerken zullen krijgen, ja dan nee. En het is ook niet omdat onze momentumindicator hier op 18 maart op het laagste niveau staat sinds 2008, dat deze berenmarkt nu al over is. Integendeel misschien, kijk eens hier naar eind 2008. Het momentum stond eind 2008 op het laagste punt. De markten zijn sterk beginnen stijgen, maar dan zijn de markten toch nog lager gegaan met een nieuwe low. Wat zien we wel bij die nieuwe low? Onze momentumindicator was bij lange zo hard niet meer afgestraft. Dus de markten zetten een lagere low neer. Onze momentumindicator zet een hogere low neer. Dat was een bullish divergence. En 9 maart 2009 bleek toen de bodem te zijn. We zien dit jaar dat op 18 maart de beurzen echt aan het overdrijven waren en er dus een technisch herstel moest komen. Nu, nogmaals, dat is gekomen, maar niemand weet of we nu bezig zijn aan een V-herstel, zoals we hier eigenlijk hebben gekend, hè. Eind 2018 en dan begin 2019, een gigantische rally van 4 maanden, hadden we een V-herstel. Dat weet natuurlijk niemand nu. En we hebben bij Vectorvest ook nog de MTI. Dat is de laatste indicator waar ik u mee ga lastigvallen, zal ik maar zeggen. De MTI, ik beschouw dat een beetje als onze sentimentsindicator. Noteert ook op een schaal van 0 tot 2. En ook deze is heel interessant bij uitersten. Want op 23 maart, dat zien we hier, we zitten terug in de grafiek in USA, van onze eigen index. En op 23 maart zien we dat de MTI 0,22 noteert. En u raadt het al, u voelt mij al aankomen. Dat was het laagste niveau sinds het najaar van 2008. Op die momenten weet je, oké, de markt is hier echt aan het overdrijven. Dit is nog veel erger dan die najaarscorrectie van 2018. 2011, toen gingen de beurzen ook 19% onderuit. We zijn nog veel lager gegaan. U weet sowieso bijna zeker van, de markt is hier aan het overdrijven. En houd deze uitspraak van deze wijze man op zo'n momenten in het achterhoofd. Be greedy when others are fearful. Gaan we eens kijken naar een aantal kwaliteitsaandelen volgens Vectorvest. Vectorvest, Microsoft, excuseer, topbedrijf, noteerde op 23 maart, dus de dag dat de MTI op het laagste niveau stond sinds 2008, stond Microsoft aan $135. Eens kijken hoeveel het er vandaag staat. We zijn ondertussen gestegen van $135 naar $175. Mooie rally naar boven. Ik ben heel benieuwd, straks na beurs hebben ze kwartaalresultaten. Thermo Fisher, zoals gezegd, een van mijn favoriete aandelen, noteerde op 23 maart aan $255. Vandaag zitten we al rond de $325. Heel mooi gestegen. Mastercard, topbedrijf, noteerde op 23 maart aan $200. Dit vond ik wel heel frappant. De koers van Mastercard was gedaald in vijf weken van $350 naar $200. Nu, Mastercard wordt natuurlijk wel getroffen door de coronacrisis. Vliegverkeer, reizen, hotels, alles ligt eigenlijk plat. Dus ja, is die daling terecht? Dat gaat mij niet horen zeggen. Ik vind dat de markt altijd overdrijft, zowel naar boven en ook vooral naar beneden. En het is aan ons om zaken te doen als de markt overdrijft naar beneden. Aandeel is gestegen van $200 naar $258, maar Mastercard heeft vandaag kwartaalresultaten gerapporteerd. En die waren goed. Mastercard wordt vandaag beloond op die kwartaalresultaten met een winst van 6,5%. De volgende, Dollar General uit de retailsector, is sterk opgeveerd na de berenmarkt. Het aandeel heeft uitstekende fundamentals volgens Vectorvest. Noteerde hier op die low aan $139. Ondertussen heeft het aandeel eind april hier al een nieuwe all-time high neergezet. Dat ziet u hier op de grafiek. Dan Centene. Centene is een van de beste
een van de betere aandelen in de healthcare sector, is sinds de low van maart gestegen van $45 naar $70. $45 naar $70. Aandeel heeft uitstekende fundamentals, daar komen we straks ook nog op terug. Nu, de stijging ging wel wat te hard, want gisteren is het aandeel op resultaten 4% gedaald. Je zou kunnen zeggen het fameuze sell on the news. En tot slot, toppertje van bij ons, Sofina steeg in één maand, iets meer dan een maand, van €167 naar hier €217. Zoals gezegd, kwaliteit daalt ook tijdens bedemarkten. Maak u geen illusies. Maar van zodra de markt herneemt, zullen kwaliteitsaandelen altijd en veel sneller herstellen dan andere aandelen. De kunst is dus van kwaliteitsaandelen te herkennen. En hoe we dat doen, daar komen we zo dadelijk aan toe. Maar eerst toch heel even dit. Wat is de huidige situatie vandaag van de markten volgens Vectovest? Bij Vectovest, dan moet ik toch eerst zeggen, hebben we allerlei soorten beleggers. We hebben dagtraders, we hebben swingtraders, trendbeleggers en we hebben gewoon lange termijn beleggers die dan niks kijken. Voor elk wat wils dus, zou je kunnen zeggen. We hebben dan ook verschillende marktsignalen. Ik ga deze niet uitleggen, maar hier hebt u wel een overzicht. De bodem van de S&P viel op 23 maart. Het snelste signaal sprong op 25 maart. Het tweede snelste op 26 maart. En zo kan je alles afgaan. Nu, dit is natuurlijk voor de zeer agressieve beleggers. Wat ik er ook bij wil zeggen is, hoe sneller uw signaal, hoe sneller je na de bodem in de markt zult zitten. Maar goed, niemand weet op die moment dat was de bodem. Dus onthoud vooral ook, hoe sneller het signaal, hoe groter de kans dat het een vals signaal is. U ziet hier dat eigenlijk al onze signalen op up staan vandaag. Behalve die confirmed calls. Die confirmed calls die ik u in het begin van de webcast heb uitgelegd. Hoe komt dat nu dat we nog steeds geen confirmed call up hebben? Wel, dat is te wijten aan die fameuze buy-to-sell ratio. Dat is de situatie hier vandaag, 29 april. We zien bijna 1400 buys, maar we zien nog altijd 2400 sells. Dat geeft een buy-to-sell ratio van lager dan 1 en dus nog steeds een confirmed call down. Nu, onze abonnees die weten dat de confirmed calls de meest trage indicatoren zijn. En dat ze na een zware correctie of een zware bearmarkt, dat heel lang duurt voor de confirmed calls op upspringen. Waarom? Omdat bij een zware bearmarkt staat bijna alles op hold of sell. En tegen de dag dat we meer buys hebben dan sells, wel dan zijn we ettelijke weken, soms 5 weken, na de low. Daarom raad ik mijn abonnees aan, na een bearmarkt, als u iets meer risico wilt nemen, neem een sneller marktsignaal om in de markt te stappen. Nu, stel dat u geen abonnee bent, of stel dat u zoiets hebt van ik ga geen abonnee worden, ook dan kan u op de hoogte blijven van deze confirmed calls en andere signalen. In mijn online journaals om de 4 weken, die ook toegankelijk zijn voor niet-abonnees, kan u de huidige situatie volgen. Een beetje zoals u eigenlijk gratis op de hoogte kan blijven op de eerste dag van de maand van het signaal van Wilfried Voorspoels via Twitter. Of zoals u via de VFB-site op de hoogte kan blijven van het signaal van Etienne Verhelle. Kan u ook als niet-abonnee kijken naar het Vectovis-journaal dat dus door mezelf wordt gepresenteerd om de 4 weken op zondagavond. Misschien toch even zeggen hoe dat u dat doet. U surft gewoon naar vectovis.be. U klikt hier op workshops en webcasts. Als hij wilt inladen. Oké, voilà, daar zijn we. En dan klikt u bij de, scrolt u naar beneden, naar de gearchiveerde webcasts. Hier ziet u het journaal van 26 april van afgelopen zondag. Dat kan u hier opvragen en gewoon bekijken. Goed, dan is de vraag, stel dat u al in de markt aan het stappen bent, of stel dat u overweegt om
in de markt te stappen, gaat u dan eerder moeten kijken naar die zwaar afgestrafte aandelen. AB InBev in oktober nog 90 euro, is gedaald tot 30 euro, van vandaag boven, van voorher is in de 40 euro zeker. Gaat u eerder naar zo'n aandelen kijken die heel zwaar zijn afgestraft? Of gaat u toch de voorkeur geven aan kwaliteitsaandelen? Wij kijken altijd naar de value. De value is de intrinsieke waarde die Vectorvest op een aandeel kleeft. Hoe wordt die berekend? Wel, we kijken naar enerzijds de verwachte winst per aandeel. We kijken ook naar de verwachte winstgroei van een bedrijf en naar de meest recente kwartaalresultaten. Logischerwijze zal de value stijgen als alles met betrekking tot winsten, tot de earnings, ook stijgende is. Maar we kijken ook naar inflatie en naar rentevoeten. Koop bij voorkeur ondergewaardeerde aandelen. Ik heb hier AB InBev, de grafiek, op 3 jaar. De grafiek op 3 jaar, dat is niet al te fraai. Een daling van hier 105 euro tot hier vooraan in de 40 euro. Als we nu de value erbij zetten, dat is die gele lijn. En dan zien we dat het aandeel eigenlijk al die 3 jaar telkens overgewaardeerd was. Toen het aandeel 105 euro noteerde, plakte Vectorvest, of kleefde Vectorvest er een value op van 40 euro. Wat zien we vaak gebeuren? Dat bij overgewaardeerde aandelen, dat die bij correcties, zoals hier in het najaar van 2018, of bij benenmarkten, zoals hier, dat koers en value vaak met elkaar convergeren. Na die zware correctie van 20% in het najaar van 2018, de beurzen herstelden, AB InBev ging terug naar boven. Maar de value die is beginnen dalen. En ook hier zien we nu dat het aandeel nog steeds overgewaardeerd is vandaag. Nu, als de beurzen verder blijven stijgen, ja, dan gaat AB InBev ook stijgen. Maar goed, het is om te zeggen eigenlijk dat wij AB InBev nog steeds overgewaardeerd niet interessant vinden. Nog steeds niet, zelfs niet na die zware daling. Nog eentje, een grafiek op net geen 3 jaar zie ik, CV. CV ook een daling van 140 tot rond de 50 euro en hier stonden we begin van de week 67 euro. Je zou zich kunnen afvragen, is die daling terecht? Wel, in een berenmarkt crasht altijd alles, zowel kwaliteit, ook minder goede aandelen. En wij vinden CV toch een minder interessant aandeel. CV is volgens ons, dit is de value, de intrinsieke waarde die wij op CV kleven, is volgens ons ook al 3 jaar overgewaardeerd. Dus ik zou zeggen, kijk toch niet zozeer naar die aandelen die heel zwaar zijn afgestraft. Nee, kijk eerder naar aandelen met uitstekende fundamentals. Wat kan u in Vectorvest terugvinden? Wel, u gaat in Vectorvest enerzijds aandelen terugvinden. Nee, u gaat in Vectorvest enerzijds de traditionele fundamentele analyse terugvinden. Niet alles. Dat zeg ik er wel duidelijk bij. Niet alle fundamentele analyse zit erin, wel gedeeltelijk. In Vectorvest bevindt u ook de traditionele technische analyse. MACD, RSI, Bollinger Band, Stochastics, ADX, etc. etc. Wat doen wij? Wij kopen onze gegevens bij Reuters en wij verwerken al die informatie in eigen indicatoren. Eigen indicatoren op een schaal van 0 tot 2. Hoe hoger, des te beter. Ik ga er vandaag ene bespreken. Eén indicator, omdat dit voor mij de indicator is om kwaliteitsaandelen te vinden. De relative safety op een schaal van 0 tot 2. Dit is de indicator, en als u al jaren lid bent van de VFB en u leest onze mailings af en toe, of u heeft in het verleden een workshop van mij bijgewoond, dan zal u waarschijnlijk wel herinneren dat dit de indicator is waarbij we zeggen, deze indicator klopt stevast de index, puur buy and hold, dus zelfs zonder stoploss. Wij raden altijd een stoploss aan, maar stel dat u het verdikt van een stoploss te gebruiken, dan nog gaat deze aandelen met een hoge relative safety de index kloppen. En u kan dat allemaal nagaan bij Vectorvest. Nu, ik ga eerst laten zien uit wat is die relative safety opgebouwd. Wel, we kijken eerst en vooral naar de schuldgraad van een bedrijf. We kijken naar de debt-to-equity ratio. Geeft ten allen tijde, en dit is o zo belangrijk, de voorkeur aan bedrijven met weinig schulden. De relative safety kijkt ook naar de evolutie van de sales, van de omzet. Bedrijven met een hoge relative safety, die hebben een mooi gestaag stijgende
omzet kwartaal na kwartaal. We kijken naar marktkapitalisatie, maar we kijken vooral naar dit, de voorspelbaarheid van de kwartaalresultaten. Ieder kwartaal in USA toch rapporteert men kwartaalresultaten. En mijn ervaring is dat 90% van de bedrijven met een hoge relative safety keer op keer beter doen dan verwacht. Vaak liggen die verwachtingen toch vrij hoog, want dit zijn vaak aandelen die toch al wel vrij sterk zijn gestegen, jaar in jaar uit. Dus de verwachtingen liggen hoog. Wel, bedrijven met een hoge relative safety klopt 9 op de 10 keer gemiddeld. De kwartaalresultaten, ik geef u straks een voorbeeld. Dat wil niet zeggen dat u mij hier gaat horen zeggen dat 9 op de 10 dan ook gaat stijgen. Hoe de koers reageert, daar heb ik natuurlijk geen hand in. Dat kan ik niet voorspellen. Maar ik slaap wel al heel goed als ik weet dat 90% van mijn aandelen met een hoge safety beter doen dan verwacht. En tot slot, de meeste bedrijven met een hoge relative safety keren een dividend uit. En wat is er belangrijk bij een dividend? Staar u niet blind op de dividend yield, maar kijk vooral naar de payout ratio. Bedrijven met een lage payout ratio die zijn in staat om ook in moeilijke jaren, in recessies, hun dividend te handhaven en misschien zelfs te verhogen. We kijken dan ook naar de verwachte groei van het dividend. Dit is een gouden tip voor de abonnees. Koop altijd aandelen met een hoge relative safety. Op een schaal van 0 tot 2, hoe moet je dat interpreteren? Ik zeg altijd, het moet minstens 1,20 zijn. Vanaf dan is het zeer goed. 1,40 is uitstekend. En vaak piekt de relative safety op 1,50. Dat betekent dat niet alle bedrijven optimaal kunnen scoren op al die punten die ik net heb overlopen. Dus alles tussen de 1,20 en 1,50 is ten strekste aan te raden. Ik heb hier een voorbeeld bij, een voorbeeld van toch ook wel een van mijn favoriete aandelen. Ik heb deze voorgebracht op de dag van de tips in 2018 in Gent, op de workshop daar. Rostoers. Rostoers, we gaan eens kijken. Noteert nu $95 en hier ziet u ook de Dow Jones en de S&P. Dit zijn de koersen van gisteren. We gaan eens kijken wat heeft Rostoers de afgelopen 10 jaar gedaan en wat heeft de Dow en de S&P gedaan de afgelopen 10 jaar. De beginkoers is 28 april 2010. De slotkoers hier is 28 april 2020, exact 10 jaar later. Rostoers is in die 10 jaar gestegen met 576%. De Dow Jones plus 120%, de S&P plus 143%. U kan deze oefening allemaal doen voor alle hoge relative safety aandelen. Gaan we straks eigenlijk eens doen. Ik heb hier de grafiek van Rostoers op 10 jaar. RS is aangevinkt, dat is dus onze relative safety. En dan ziet u dat de relative safety in die 10 jaar eigenlijk altijd boven de 1,30 is. Behalve dit klein dipje. En nu ook hier een klein dipje met die berenmarkt. Nu, 1,25 is het laagste niveau in 10 jaar. Dat is nog altijd zeer goed. Vanaf 1,40 is het uitstekend. Dus dit bedrijf heeft eigenlijk al 10 jaar uitstekende fundamentals volgens Vectorvest. Gaan we eens kijken naar het aandeel, naar de grafiek? Wel, dat ziet u hier. We gaan van 10 naar $124. Dan is een enorme klap gevallen. Naar hier, $56 kon u het aankopen. En sindsdien, ik zeg altijd, kwaliteit herstelt zeer snel. De marktenhername en Rostoers is ook zeer sterk hersteld. Dus een pracht van een grafiek. Oké, oktober niet echt. Maar april heeft dan weer heel veel... Maart niet echt. Maar april heeft hier natuurlijk heel veel goed gemaakt. Wat is er hier nu gebeurd? Corona. Retailsector. Rostoers heeft winkels, kledingswinkels. We verkopen daar kleren voor hem, voor haar... schoenen, moet maar eens opzoeken. Maar wat is hier gebeurd? Het aandeel is 55% gedaald, omdat Rostoers al zijn winkels gedurende 3 weken moest sluiten voor het corona. Ik zag de koers dalen. En dan zie je dus op 23 maart dat er echt paniek is, dat dat aandeel waar op zich niks mis mee is, 55% is gedaald. Dan krijg je een bericht van dat Rostoers zijn winkels nog een week langer moet dalen.
begint het aandeel op 7% te stijgen. En dan kun je wel denken, vermoeden, je weet het natuurlijk nooit, dat het ergste achter de rug is. Maar Rostoers is voor mij een heel interessant bedrijf. Ik laat nu de relative safety erbij zien. U ziet, die is op 10 jaar, al 10 jaar, zeer hoog. Er zijn niet te veel aandelen, hè, dat al 10 jaar aan één stuk zo'n hoge safety hebben. Gaan we eens kijken, hoe is de safety opgebouwd? Wel, onder andere uit de sales, de omzet. Mooi gestaag stijgende omzet van Rostoers. Ik heb Rostoers vergeleken met al haar sectorgenoten uit de retailsector. Het zijn 227 bedrijven. Ik heb ze gesorteerd op marktkapitalisatie. En Rostoers staat hier, ik heb niet geteld, maar ik schat ongeveer op plaats nummer 12 op gebied van marktkapitalisatie. De resultaten. Want als een aandeel op 10 jaar stijgt van 15 naar $120 en nu vandaag ergens, want ik denk dat ze vandaag weer al mooi stijgen. Ik ga eens kijken. Rostoer staat hier vandaag, kijk eens, plus 5% er weer bij, $97. Als een aandeel zo hard stijgt, jaar in jaar uit, ja, dat heeft natuurlijk een reden. En dat, de reden is dat ze eigenlijk bijna keer op keer beter doen dan de analisten verwachten. Laatste earnings dateren van 3 maart, die waren 2 cent beter dan verwacht. En de omzet steeg year to year met 7,5%. U kan dat via sites als Seeking Alpha heel makkelijk nagaan. En dan zien we hier dat Rostoers ja, keer op keer beter doet. Dit zijn de earnings, dit is de omzet. Van 2019, de resultaten 18 tot 17, keer op keer groene cijfers, dat is dus beter dan verwacht. En ook hier van 2017, 2016, ik ben teruggegaan tot 2015, altijd beter dan verwacht. Hier staat wel eentje in het rood, missed by 000, wel, dit was gewoon in lijn met de verwachtingen. Maar dat bedoel ik, dat ik goed slaap als ik aandelen in portefeuille heb, met uitstekende fundamentals. En dankzij die relative safety gaat u die vinden. Als ze rapporteren, dan doen zij 9 op de 10 altijd beter dan verwacht. Je hebt altijd wel eens een aandeel dat onder de lat gaat, maar ik volg er 120 ongeveer in de US. En 90% van hen doet keer op keer beter dan verwacht. Rostoers keert dan ook een dividend uit. Zij hadden hier $1,28 winst per aandeel. Ze keren een kwartaal dividend uit van 26 cent. Dat geeft een lage payoutratie van 20%. Gaan we naar een zware recessie? Omzet, de winsten van Rostoers zullen dalen. Ze moeten hun winkels sluiten. Maar goed, ze hebben vrij veel marge om toch nog hun dividend waarschijnlijk te kunnen op zijn minst behouden. Misschien nog zelfs verhogen. Wat moet je nu ten allen tijde vermijden? Aandelen met een lage relative safety. Kent u hem nog? Nierstar. Nierstar, de grafiek op 10 jaar. Dat is niet zo fijn, mocht u die in portefeuille hebben gehad. Ik weet het. De koers gaat hier van 95 naar 95 euro naar 12 cent. Niemand spreekt nog over Nierstar. Toen het aandeel 10 jaar geleden ook zoveel hoger nog noteerde, toen hadden we relative safety's van 0,90, 0,95. Onthoud wat ik mijn abonnees altijd aanraad. Ga voor bedrijven met relative safety's van minstens 1,20. Nierstar heeft dat nooit gehaald. Nog een voorbeeld, deze week gelezen, waarom u lage relative safety's aandelen beter kan mijden. Diamond Offshores files for bankruptcy. Gaan we eens kijken naar de grafiek. Als ik zoiets lees, ga ik altijd eens kijken wat zei Vectovest. Dit is de grafiek op een jaar. Dan zien we dat Diamond Offshore is gedaald van $12 naar nu. Het zal waardeloos aflopen. Maar een jaar geleden, toen het aandeel nog $12 noteerde, hadden we een relative safety van hier 0,78. Daarom dat ik altijd zeg, kijk niet naar die aandelen die echt hard zijn afgestraft, in de hoop dat u erin zal slagen het op de bodem te kunnen vangen. Never catch a falling knife. Nee, kijk naar aandelen met goede fundamentals en blijf heel ver weg van bedrijven met veel schulden, bedrijven met dalende omzetten, bedrijven die hun dividend moeten verlagen, die hun dividend moeten schrappen, bedrijven die winstwaarschuwingen moeten uitsturen.
Bedrijven die keer op keer onder de lat gaan. Dat soort aandelen moet je dus ten allen tijde mijden. Over dividenden gesproken. Dit zijn een aantal Belgische bedrijven. Ik heb me beperkt tot een aantal Belgische bedrijven die dus afgelopen maand of deze maand hebben bekendgemaakt dat ze hun dividend gingen schrappen. Ik heb ze gesorteerd op relative safety. Wat ziet u hier? Allemaal bedrijven die het dividend hebben geschrapt. En wat is de hoogste relative safety? 0,90. De laagste? 0,74. Dus aandelen die wij toch zouden mijden. Hier laat ik het zien dat ik het gehighlight heb. Al die aandelen met een lage relative safety. Welk aandeel verhoogde wel haar dividend, Belgisch aandeel, in 2020? Sofina. Kijk eens naar die relative safety van Sofina. Ik denk dat het het Belgisch aandeel is met de hoogste relative safety. Wel, dit zijn dan topbedrijven en die moet u koesteren. Ik blijf het erop hameren, echt van tegen mijn abonnees van koop of overweeg enkel aandelen met een hoge relative safety. Want dit is echt wat u moet doen. Ga niet voor die zwaar gestrafte aandelen, omdat ze op het eerste zicht meer stijgingspotentieel hebben dan kwaliteitsaandelen die misschien minder hard gedaald zijn. Want dat is een veelgemaakte fout die beleggers maken. Men heeft verliezen opgelopen. Iedereen, maak u geen illusies, iedereen in een berenmarkt, de waarde van zijn portefeuille daalt. Maar in een poging om die verliezen snel goed te maken, gaat men vele risico's nemen. Terwijl je net oerdegelijke kwaliteitsaandelen moet kopen. Kwaliteitsaandelen die jaar in, jaar uit bevestigen. En op wat moet je u dan fixeren? Op aandelen met uitstekende fundamentals. Liefst bedrijven met dubbelcijferige verwachte winstgroei. Beetje moeilijk nu met corona, maar aandelen die al jaren zo'n uitstekend trekrecord kunnen voorleggen. Sterke bedrijven zullen waarschijnlijk sterker uit deze crisis komen. Heel belangrijk, bedrijven met weinig schulden. Mijd absoluut bedrijven die overladen zijn met schulden. De meeste kwaliteitsbedrijven die keren een dividend uit. Heel belangrijk is dat u naar de payout ratio kijkt. Als bedrijven een payout ratio hebben van slechts 20%, stel dat bij een zware recessie de winst halveert, dan nog heeft het bedrijf voldoende marge om het dividend minstens te handhaven of zelfs licht te verhogen. En tot slot, durf buiten België te beleggen. We hebben hier een aantal mooie aandelen. Ik denk spontaan aan Sofina. Maar een gediversifieerde portefeuille telt bij voorkeur 20 of meer aandelen. 20 kwaliteitsaandelen vinden die in België noteren, wel, dan moet u al gaan zoeken in een lijst van 115 Belgische bedrijven. Of 20 kwaliteitsaandelen zoeken als je in USA en Europa de keuze hebt tussen 10.000 aandelen. Wie gaat het meeste kans hebben op die portefeuille met 20 kwaliteitsaandelen? Ik denk toch wel als u wereldwijd durft te beleggen. Goed, het is ondertussen, even kijken, 9:10 en misschien voelt u zich op dit eigenste moment wel een beetje zoals deze charmante jonge dame. Wel, dan zou ik zeggen, ga voor die aandelen met een hoge relative safety. Ga voor aandelen met die gestaag stijgende omzet. Aandelen met een lage schuldgraad. Aandelen die keer op keer de vaak hooggespannen verwachtingen van analisten kloppen. Aandelen die een dividend uitkeren met een payout ratio. Ik heb de oefening gedaan. Ieder jaar, op de eerste handelsdag van een nieuw jaar, koop ik in Europa 10 aandelen met de hoogste relative safety. En we houden ze bij tot, ik heb de oefening gedaan, tot 31 december 2019. Dit zijn de returns. En dan gaan we vergelijken gewoon met de index. Wat als u op de eerste dag van een nieuw jaar telkens een index, een trekker op een index koopt? In dit geval de Stoxx 50. Dan is dit de return. Kijk naar die verschillen. Als u de 10 aandelen koopt met de hoogste relative safety, dan heeft u dit rendement sinds 2010. Als u gewoon een trekker op de Stoxx had gekocht, heeft u dit rendement. 10 keer kloppen wij met verve de index. Nu, u kan terecht gaan zeggen, ja, de Stoxx 50 heeft wel slecht gepresteerd. Ben ik volledig akkoord. Doe dezelfde oefening met de DAX, met de AX en u zal zien dat wij beter doen. De verschillen zijn soms heel groot. Sinds 2014 tot eind januari vorig jaar de Stoxx plus 20, de
De top 10 RS 114% in de plus. En dit is dan nog buy and hold. Wij raden aan om toch een stoploss te gebruiken. Waarom is dat? Want bijvoorbeeld hier, januari 2010, op de 10e plaats stond een Spaans aandeel. Dat aandeel is sindsdien met 60% gekelderd. Dat weegt dus op mijn rendement. Maar goed, de oefening was buy and hold om te laten zien dat onze top relative safety altijd de index kloppen. We gaan dezelfde oefening doen voor USA. Wat als u de top 20 aandelen kocht op de eerste dag van een jaar en u houdt ze bij tot eind 2019? Wat ziet u dan? De laatste 10 jaar hebben 9 keer onze top relative safety aandelen beter gedaan dan de index. Enkel in 2014 was u beter af met een trekker op de S&P in vergelijking met rendement op onze 20 hoogste relative safety aandelen. De oefening was buy and hold. 19 keer op 20 kloppen wij hier toch de index en de rendementen zijn dan nog exclusief dividend. Wat geeft die oefening dit jaar in 2020? Wel, ik ben teruggegaan naar de laatste handelsdag, de slotkoersen van 31 december 2019. Ik heb de Europese database, 1935 aandelen, heb ik gesorteerd op relative safety. Het aandeel met hoogste relative safety was Hermès uit Frankrijk. Dan hebben we nog Safran, Cancom, Louis Vuitton, L'Oréal, Adidas, ASML, Sartorius, Kingspan en Apple. Apple, ja, omdat die ook een notering hebben in Duitsland, is Apple hier ook in de top 10 ingesukkeld. Dit waren volgens ons de aandelen die u op 1 januari had kunnen kopen. Enfin, hetgeen dat wij eigenlijk aanraden, koop altijd aandelen met de hoogste relative safety. Wat hebben die tot nu gedaan? Ik ben eens gaan kijken naar al die 10 aandelen. Ik heb ze laten lopen tot en met nu maandag, de 27e april. En wat blijkt? Die 10 aandelen die zijn gemiddeld dit jaar min 6,8% gedaald. Over diezelfde periode is de BEL 20 23,8% gedaald. Dus ook hier dit jaar weer een enorme outperformance van onze top relative safety aandelen in vergelijking met gewoon de index, dat u nu de BEL neemt of de Eurostoxx. Het maakt niet uit, het is een enorme outperformance. Zo sterk toch, als ik dat mag zeggen, dat 4 van de 10 aandelen dit jaar in plus staan. 40% van onze relative safety aandelen staan weliswaar nipt, maar toch in de plus. Toch wel prestatie, denk ik, als u weet dat de beurzen dit jaar een heel moeilijk jaar hebben. Sartorius, dat genoteerd is in Parijs, staat dit jaar zelfs op plus 51%. Gaan we eens kijken naar hoge relative safety aandelen in USA. Wel, het kwartaalresultatenseizoen is volop bezig en ik heb me beperkt tot de aandelen die afgelopen week hebben gerapporteerd. Dus we gaan eens kijken. Pool. Pool is de grootste leverancier van zwembaden in de US. Zij hadden op 22 april een relative safety van 1,31, hetgeen uitstekend is. Zij rapporteerden resultaten die waren beter dan verwacht. Winst per aandeel van $0,75 was 10 cent beter dan verwacht en de omzet steeg year-to-year met 13%, was ook aanzienlijk beter dan verwacht. Wel, Pool werd zanderdaags beloond met een winstsprong van 7%. Ondertussen denk ik dat er ook alweer een heel stuk is bijgekomen. Natuurlijk, alles stijgt wel de laatste dagen. Maar bedrijven die uitstekende resultaten kunnen voorleggen, ja, die worden vaak natuurlijk nog harder beloond. Dit is de grafiek van Pool op 10 jaar. Gestegen van $30 tot hier $230. Is serieus teruggevallen, logisch, in de bearmarkt. Maar ook hier weer, sinds 23 maart is het gestegen van $160 naar $222. Aandeel met uitstekende fundamentals volgens Vectorvest. Alhoewel, er is toch een maar. Ik heb Pool in 2008 zien crashen. Toen stond het financiële systeem een beetje op wankelen. Heel veel onzekerheid in de markt. Beurzen daalden ook 55%. Op wat gaat men dan besparen? Ja, op luxe producten zoals zwembaden. Dus
een beetje ja, afhankelijk van wat we gaan krijgen. Gaan we echt naar een heel zware recessie of zal het beperkt blijven tot een jaar en een vrij snel herstel? Maar pool ben ik toch zelf wel wat voorzichtig, omdat het toch wel een luxe product is. Old Dom Fights rapporteerde vorige week ook resultaten. 22 april Old Dom Fight een hoge relative safety, een van de hogere in de database, met een safety van 1,47. Earnings waren goed. Sanderdaags Old Dom Fight plus 10%. Grafiek van Old Dom Fight op 10 jaar gaan we van $10 naar $146. Thermo Fisher, Thermo, 21 april, hoge relative safety, dat ziet u hier. Sanderdaags resultaten, ook hier beter dan verwacht, werd beloond met een koersprong van 5%. Thermo Fisher, grafiek op 10 jaar, zijn we gestegen van ongeveer $60 naar $335 vandaag. Roper, vrij hoge relative safety, rapporteerde gisteren, 28 april, resultaten beter dan verwacht. Roper werd beloond met een koersprong van 9%. Ook hier ziet u mooie relative safety. En vaak zeggen beleggers, goh, dat koop ik al niet meer, want het is al zo hard gestegen. Maar de reden is, waarom stijgen dit aandelen gestaag? Want ik noem dit niet hard, maar wel gestaag, jaar in jaar uit. Omdat ze bijna telkens keer op keer bevestigen bij het rapporteren van kwartaalresultaten. En dat bedoel ik, dat zo'n aandelen, als die dan 40% of zo worden afgestraft bij beermarkten, dat toch wel echt opportuniteiten zijn voor de lange termijn belegger. En dit is wel een leuke, audiocodes. Audiocodes heb ik uitgebreid besproken in mijn journaal van 26 april. Wanneer heb ik dat besproken? 26 april, dus dat was zondagavond. Hier ziet u de slotkoersen van vrijdagavond. Dat is een groeibedrijf, een Israëlisch groeibedrijf. Voice-over IP zitten in Microsoft Skype, in Microsoft Teams. Echt wel de toekomst volgens mij. Wel het aandeel, dat is ook wat toeval hoor. Ik had het zondag besproken en dan maandag hadden ze resultaten. Ja, en die resultaten die waren goed. Hun outlook was heel goed. En Audiocodes steeg sanderdags maandag met 24%. Maar ook hier weer goede fundamentals. Uitstekende relative safety. Als u met een uitleg over audiocodes nog eens wilt herbeluisteren, dan surft u straks of morgen, of u ziet maar wanneer, toch eens naar het Vectorvis journaal van afgelopen zondag 26 april, waar ik eigenlijk audiocodes helemaal voorstel. Berenmarkten zijn volgens mij dus, als u aandelen van audiocodes, dat trouwens meer dan 50% was gedaald in deze beermarkt in maart. Als u dat soort aandelen ziet crashen, 50%, wel geef de voorkeur aan kwaliteitsaandelen. Misschien nog eentje nog even zeggen. Helen of Troy, ziet u vandaag 10% stijgen. We gaan eens kijken naar de grafiek van Helen of Troy. Ook dit aandeel was enorm afgestraft. Van 200 naar 100. Ja, en we zijn nu op, wat is het, op 5 weken gestegen van 100 naar 164. Kijk naar die safety. Die safety zit uitstekend. En als u wilt gaan kijken naar de resultaten van Helen of Troy, u kan dat op verschillende sites doen. Ik doe het nu heel vlug via Seeking Alpha. Als zij wilt inladen, voilà, hier is zij. Helen of Troy vanmiddag aandelen gerapporteerd. Resultaten, excuseer. Gisteren na beurs heeft Helen of Troy gerapporteerd. Winst per aandeel was $0,23 beter dan verwacht. Ook de omzet was beter dan verwacht. En dat is natuurlijk de reden waarom het aandeel vandaag met 10% stijgt. Kijken we naar de value, is het aandeel nog steeds ondergewaardeerd. Heel mooi bedrijf. En dit zijn de aandelen. Als die halveren op 5 weken, ja, dat ik vind dat dat opportuniteiten zijn voor de lange termijn belegger. Geef dus ten allen tijde de voorkeur aan kwaliteitsaandelen als uw beleggingshorizon middellange termijn is of lange termijn. In België worden we als belegger geconfronteerd met een beurstax. Dit weegt op uw rendement als u heel veel transacties doet. En onthoud wat ik altijd tegen mijn abonnees zeg.
U mag, als u 10 aandelen koopt, mag u er van mij 7 keer naast zitten. Zolang u maar uw winnaars laat lopen. En uw verliezers, stel dat ze beginnen dalen, dat u tijdig de stoploss respecteert. En nogmaals, ga voor die bedrijven met weinig schulden, met een gezonde dividendpolitiek. Durf buiten België te beleggen. Koop aandelen met uitstekende fundamentals. Als u van mij verwacht dat ik ga zeggen dat de low van 18 maart de definitieve low was, of dat ik u ga zeggen dat we opnieuw kopje onder gaan, wel, kopje onder bijvoorbeeld, hè, als er in het najaar een tweede een zwaardere golf van corona zou komen, wel, dat zijn voorspellingen. En het is simpel, niemand kan de beurs voorspellen. Daar houd ik mij dan ook niet mee bezig. Ik heb geen idee wat de beurzen volgende week, volgende maand, volgend jaar gaan doen. Wel kijken wij bij Victorvista de macro-economie. De huidige situatie op gebied van winsten, inflatie en rentevoeten. Ideale mix is lage inflatie, dat hebben we. Lage rentevoeten, dat hebben we. En stijgende winsten, dat is natuurlijk een probleem. De trend van de markt kijken we ook om te bepalen of we aandelen gaan kopen, confirmed call op, of we geen aandelen gaan kopen. Natuurlijk, kijk ook naar die sentimentsindicator. Als die op het laagste niveau staat in 11 jaar, dan weet u, of moet u weten, dat de markten weer eens aan het overdrijven zijn. En de fundamentals van bedrijven, en zo kwaliteitsaandelen onderscheiden van de grote groep aandelen, ik ga persoonlijk altijd voor die hoge relative safety aandelen. En ik mag afsluiten met een speciaal aanbod voor VFB-leden. Normaal gezien is een proefabonnement 30 dagen €9,95. Vandaag mag ik het aanbieden. Proefabonnement van 60 dagen voor €9,95. Wat krijgt u allemaal in die 60 dagen? U krijgt fundamentele en technische analyse van meer dan 10.100 aandelen. U krijgt een Nederlandstalige snelstartcursus. Leest heel vlot. U krijgt persoonlijke Nederlandstalige support. U kan ons bereiken via mail en wij kunnen u ook telefonisch contacteren als u dat wenst op een tijdstip dat u zelf kiest. U krijgt toegang tot Nederlandstalige webcast waarin de software volledig wordt uitgelegd. Hoe kan u het activeren? Wel enkel en alleen via deze link. Dus ga niet naar victorvest.be en klik daar niet op een trial, want dat is 30 dagen. Nee, wij hebben deze link aangemaakt enkel voor de VFB-leden. Victorvest.be/60 dagen. Stel dat u in die 60 dagen zoiets heeft van het is toch niks voor mij, geen probleem. Dan wordt uw proefabonnement niet verlengd, niet omgezet in een vast abonnement. Hoe kan u het met andere woorden opzeggen? Wel, u kan ons mailen in het Nederlands, belgium@victorvest.com. Of u kan ons ook contacteren met een gratis nummer, 0800-261-88. Dan komt u wel terecht in het callcenter in de US. Als u telefonisch contact wenst met mij of met Danny, dan mailt u ons gewoon op belgium@victorvest.com. U geeft uw nummer en wij nemen op een tijdstip dat u zelf kiest contact op met u. Voor de rest zeg ik er duidelijk bij, het werkt eigenlijk zoals een domiciliering. Dus als u niets laat horen na die 60 dagen, dan wordt het automatisch omgezet in een maandabonnement van €59 per maand. Als u een jaarabonnement afsluit via ons, dan krijgt u er 2 maanden gratis bij. Dus €59 per maand is €595 na 10 maanden. Dus we er €5 bij leggen. En dan krijgt u een jaarabonnement, dus eigenlijk 2 maanden er gratis bij. Maar vandaag heeft u dus de kans om het gedurende 60 dagen uit te testen voor slechts €10 zonder bijkomende verplichting. Goed, dan zijn we aangekomen, want ik ben zo goed als uitgesproken. Dat is vrij goed getimed, 8:55. We zijn aangebeland aan het Q&A-moment. En dan moet ik even gaan kijken hier op een tweede laptop. Want ik had gezegd dat u uw vragen mocht stellen via mail. Dat is voor mij iets gemakkelijker dan via de chatbox. Iemand zegt mij, Hugo mailt mij hier, beste Tom, ik denk dat je vooral wereldwijd belegt. Ik beleg vooral voorlopig in België. Wat houdt mij tegen? Hoe vind ik meer informatie over bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven? Groeten Hugo. Wel Hugo, dat gaat. Stel, u wenst Adobe. Adobe is een softwarebedrijf. Heel mooi bedrijf. Vroeger verkochten we
in een lang verleden tijd was ik nog student en dan werd er software gekopieerd en verdeeld. En nu werken ze alles met de cloud eigenlijk, met abonnementen ook die ieder jaar moeten vernieuwd worden. Nu stel dat u Adobe tegenkomt. We gaan hier in de viewers, in de stockviewer, hier zitten alle 8000 en aandelen. U geeft hier de naam in, gewoon Adobe. Klikt op Enter. Dan moet u daarop gaan staan, rechtermuisknop. De tweede optie, View Full Stock Analysis Report. Dan krijgt u een analyserapport van Adobe. Ik raad iedere nieuwe abonnee dat ook aan, om beter vertrouwd te worden met onze indicatoren. En hierbovenaan ziet u een drop-down menu. U kan het rapport opvragen in het Nederlands, als u dat wenst. Print het af. Nu, wat zien we hier in het Engels bijvoorbeeld? Adobe, hier heeft u de business description. Dus de uitleg over wat Adobe juist doet. Wat kan u ook doen? Op Adobe gaan staan, rechtermuisknop, View Stock News. Dan gaat u automatisch naar de Yahoo-pagina van Adobe. Dan kan u bij profiel bijvoorbeeld gaan kijken. Wat doet Adobe? Hier een uitgebreide uitleg. U kan hier ook nog allerlei cijfertjes van Adobe opvragen. Dus Hugo, als dat een antwoord is op uw vraag, wat u ook altijd kan doen, is naar de website natuurlijk gaan doen via Google naar Adobe. En voor de mensen die echt alles willen weten van fundamentele analyse, dan zeg ik, ga gewoon naar Google, geef Adobe Investor Relations en u krijgt de kwartaal- en de jaarverslagen van Adobe op uw scherm. Dus zo, want ja, Audiocodes, dat Israëlisch bedrijf dat ik afgelopen weekend heb besproken, ja, dat kent natuurlijk niemand in België. Maar ik had het al leren kennen door onze eigen indicatoren. En dan ga ik zelf ook, als voorbereiding voor mijn webcast, zelf wat opzoeken naar de site van dat bedrijf, wat doen die juist, etc. Dus zo kan u toch al een heel deel van de informatie terugvinden. Ik heb abonnees die het Engels bijna niet machtig zijn, die toch met Vectorvest kunnen werken, omdat ze de basisbegrippen hebben. En tegenwoordig kan u heel veel sites natuurlijk gewoon perfect vertalen naar het Nederlands. Dan ga ik nog eens kijken naar volgende vragen. Een vraag van Stefan zie ik hier. Tom, heel echt bedankt voor deze superboeiende webcast. Toch zit ik met een dilemma. Hoe moet ik eraan beginnen? Mijn vader is meer een defensieve belegger. Ik ben meer een agressieve belegger. Groeten, Stefan. Wel, Stefan, ik heb daarnet laten zien dat we dus verschillende marktsignalen hebben. Ik kan u niet gaan zeggen van u moet dit signaal volgen. Ik kan u wel uitleggen hoe alle signalen werken. En u moet dan echt gaan kijken wat past het best bij mijn beleggingsstijl of de beleggingsstijl van uw vader. Want beleggers zijn verschillend. Sommigen zijn dagtraders, anderen zijn swingtraders. U hebt trendbeleggers, lange termijnbeleggers, etc. We hebben een webcast aan de slag met Vectorvest, waarin ik niet alleen de software uitleg, maar ik laat ook zien hoe u kan ontdekken welk beleggingsprofiel u heeft. En op basis daarvan kan u ook keuzes maken. Sommigen zweren bijvoorbeeld bij dividendaandelen. Stel, uw vader is misschien eerder conservatiever. Dan zou ik uw vader bijvoorbeeld aanraden om eens te gaan kijken in de US-database. Hebben we hier bijvoorbeeld dividendpeers. DRIP 25 plus years. Dit zijn allemaal bedrijven die al 25 opeenvolgende jaren of langer een stijgend dividend uitkeren. Je zou kunnen zeggen, oké, ik sorteer heel die lijst op relative safety. Dan heb ik bedrijven met goede fundamentals die allemaal een dividend uitkeren dat al jaren stijgende is. Deze lijst van 133 aandelen hebben een gemiddelde dividend yield van 2,35%. Dat is niet zoveel, maar goed, dat zijn wel vaak aandelen die jaar in, jaar uit heel mooie stijgingen laten optekenen. Nu, Stefan, stel je voor dat u een shorter bent. Dan kan u eens gaan kijken in de zoekmachine Searches Short. Dit zijn allemaal strategieën voor de shorters onder u. Persoonlijk ben ik zelf geen shorter, maar goed, het zit erin als u dat wenst. Ik moet u niet zeggen van, u moet deze strategie of die strategie doen. Wat doen we wel op onze workshops? Dat is iedere maand een strategie helemaal uitwerken. De aanwezigen krijgen achteraf dan de slides. En zo kunnen zij er thuis mee aan de slag. Stel dat u een agressieve belegger bent, dan moet u eens gaan kijken, Searches Aggressive.
conservatieve belegger, dan zijn dit allemaal strategieën die best bij uw beleggingsstijl passen. Kortom, ik kan u niet zeggen wat u moet doen. U moet zelf zien wat past het best bij uw beleggingsstijl. Wat ik wel doe is 1. Mijn abonnees uitleggen hoe alles werkt. 2. Wat de huidige situatie is. En 3. Vooral wat mijn inziens het best werkt. En voor mij persoonlijk zijn dat die hoge relative safety aandelen. Ik zeg altijd, u mag het zich niet te moeilijk maken. Veel beleggers maken het zich te moeilijk bij het beleggen. Maar je hebt ook mensen die echt momentumbeleggers zijn. Bijvoorbeeld aandelen die 60% zijn gestegen op 1 maand. Die kan u zo terugvinden in Vectorvest, mocht dat soort aandelen passen bij uw beleggersprofiel. Goed, ik ga even iets nemen voor te drinken. Johan, mailtje van Johan. Knappe webcast. Tom, je hebt mijn nieuwsgierigheid opgewekt. Zijn er ook workshops in België? Wel, Johan, dank je wel voor het compliment. Als u naar vectorvest.be gaat en u klikt dan op workshops en webcasts en u scrolt naar beneden, dan ziet u hier voor Europa there are no upcoming live events for this country. Helaas, door corona, wij houden ons vanzelfsprekend ook aan alle richtlijnen. De gezondheid van ieder van ons heeft prioriteit. Maar normaal gezien zijn er iedere maand zijn er zes keer per jaar workshops op 6 verschillende locaties in België en Nederland. Wat zijn die locaties in België? Brugge, Kortrijk, Gent, Mechelen, Geel en Lummen. Op al die 6 locaties kom ik 6 keer per jaar een workshop geven. En daarbuiten zijn er dus ook nog de webcasts. Zoals bijvoorbeeld morgenavond is er een webcast. De maandelijkse workshop, die nu dus helaas niet kan doorgaan, die worden voorlopig gestreamd. En er is ook het Vectorvest journaal. Er zijn de webcasts aan de slag met Vectorvest. Deel 1, deel 2, deel 3. Die u kan bekijken en dan kan u echt wel aan de slag gaan met Vectorvest. En dan zie ik hier een vraag van iemand. Kan u eens laten zien wat u met grafieken kan doen? Absoluut. Ik open bijvoorbeeld de grafiek van Accenture. Pak nu een willekeurig aandeel. U ziet, ik kan alles gaan toevoegen. Dit is de relative safety. De verwachte winstgroei. De omzetgroei van het afgelopen jaar. De sales, de eigenlijke omzet, price earning. De EPS, dat is de EPS die wij verwachten binnen 12 maanden, maar ook technische analyse, bijvoorbeeld MACD, RSI, het 50 en het 200-daags gemiddelde. Volume, dividend yield, het zit er echt allemaal in. Dus u kan uw eigen layout zo aanmaken, hetgeen het best bij u past. Rita zegt, ben je altijd zo enthousiast? Maar Rita, oké, dat is de goeie. Wel, ik gebruik Vectorvest ondertussen 7 jaar. Persoonlijk vind ik het een ijzersterk programma. Op mijn workshops in Vlaanderen, mocht u Rita die ooit bijwonen, zal u merken dat ik toch geen typische verkoper ben. Het product verkoopt zichzelf. Ik zeg altijd, spreek tijdens de pauze, na de sessie, bij een glas de andere aanwezigen aan. Zij zullen hun eerlijk hun gedacht zeggen over Vectorvest, hun ervaringen, zowel positief als eventueel mindere ervaringen. Ik presenteer het enthousiast, omdat ik dus overtuigd ben van Vectorvest. Ik wil vooral de sterkte laten zien en ook de mogelijke valkuilen. Want je moet wel weten waar je mee bezig bent. En in het begin is het misschien wat overweldigend, maar goed, er is heel veel support in het Nederlands voor u aanwezig. En als je doorzet, dan ben je eigenlijk wel vertrokken. Mijn oudste abonnee heet Sjaak. Hij heeft een gezegende leeftijd van 89 jaar. Hij komt nog heel af en toe naar de workshops in Lummen. En daarom zeg ik, iedereen kan het leren op zijn of haar eigen tempo. En ook over die workshops gesproken, als die terug in het najaar van start hopelijk gaan, iedereen is van harte welkom op zo'n workshop. Abonnee of geen abonnee. Ik heb mensen die 3-4 keer komen, die blijven komen, iedereen is voor mij welkom. En uiteindelijk, u bent wijs genoeg om zelf te bepalen, is dit iets voor mij? Ja, dan nee. En zeg ook altijd, spreek de aanwezige abonnees aan en vraag naar hun ervaring. Ik stel voor, ik ga de webcast, die gaat opgeladen worden op de site van de VFB.
Iedereen die geregistreerd was, u dus, krijgt ook de link achteraf. Dan kan u nog eens zaken herbekijken. Ik zal misschien ook de slides toevoegen. Ik zou zeggen, mail mij als u de slides wenst, maar dan vrees ik dat ik honderden mails ga krijgen. Dus het lijkt me best van de slides naar iedereen door te mailen. Ik kan eens heel even kijken, want ik heb echt zoveel vragen binnengekregen. Ik zie hier een vraag van Brent. Bedankt voor de presentatie. Zijn er ook databases voor emerging markets? Bijvoorbeeld India, Brazilië. Wel, Brent, Braziliaanse aandelen die ook een notering hebben op USA, die vindt u hier. Dus bij die special watchlist Brazilian stocks. Aandelen uit India heeft u hier. Dus een deel die ook genoteerd is in USA kan u zo terugvinden. En als u Vectorvest, er zijn 7 databases. Iedereen heeft 2 databases naar keuze. De meeste kiezen USA en Europa. Daarbuiten zijn er ook nog databases voor Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Hongkong en Singapore. U vraagt zich misschien af waarom zit het Verenigd Koninkrijk niet bij Europa. Heeft dat met de Brexit te maken? Nee, absoluut niet. Maar zij betalen in ponden. In de Europese database zitten de landen die in euro betalen. Dus omwille van de currency conflict is UK eigenlijk een aparte database. Alleen Ierland betaalt in euro, dus Ierland zit dan weer bij de Europese database. Ik zie dat ik hier nog iets, nog mails heb. Ja, Frank vraagt om de toepassing te gebruiken. Moet er iets geïnstalleerd worden? Ja, inderdaad, dus je moet software installeren, Frank, dus niet via de browser. U kan het installeren op verschillende PC's. Stel, u heeft het thuis op uw desktop. U gaat... Ik heb gelezen dat we vanaf 18 mei terug naar de zee mogen voor de mensen. Mijn tweede verblijf daar. U gaat een weekendje naar de zee. U hebt Vectorvest ook op uw laptop. Kan u het perfect daar openen? Iedereen krijgt ook toegang tot Vectorvest. Enfin, iedereen met een abonnement krijgt ook toegang op de smartphone. Kan u Vectorvest installeren? Dat zijn natuurlijk veel beperktere opties. Ik raad echt aan van, ja, gebruik het op zijn minst ook op een laptop, op een pc, want dan heeft u veel meer opties ter uw beschikking. Maar, even kijken, wat ging ik zeggen? Ja, op de smartphone krijgt u de data uit USA met 15 minuten vertraging. Een standaard abonnement is end of day. Dus krijgt u de koersen op het einde van de handelsdag, worden die koersen aangepast, maar als u het op uw smartphone dan opent, voor USA, krijgt u wel de koersen met 15 minuten vertraging. Ik ga eens kijken of ik nog vragen heb. Erik mailt juist van, hebben jullie ook koersdoelen? Nee, Erik, wij werken niet met koersdoelen. Wij werken wel dus met de value, dat is de waarde van een aandeel. En u zal zien, koers en value, wij zeggen, convergeren meestal binnen de 3 jaar. Dat is ook niet altijd het geval, maar bij velen toch wel. Ik ga nu bijvoorbeeld Immobel laten zien. Immobel, kijk ik erover. Ah, hier staat hij. Bijvoorbeeld, 1,5 jaar geleden ging de value enorm de lucht in van Immobel. Dus we zien hier 2 jaar geleden, koers en value waren samen, toen rond de 50 euro. En dan is de value enorm uitgebroken. Maar... ik zeg niet graag, of ik zeg niet dat dit een koersdoel is. Want een koersdoel dat blijft vaak behouden tot aan de volgende resultaten. Zijn de resultaten goed, gaat dat koersdoel naar omhoog? Zijn de resultaten zwak, gaat het koersdoel naar beneden? Onze value die kan ook stijgen, maar die stijgt mee voortdurend. Mee stijgen en mee dalen. Ik gebruik dit, de value, ja, om te zien, is een aandeel ondergewaardeerd, maar ik bekijk het dus nooit als koersdoel en koersdoelen aan zich zitten dus, Erik, niet in de software. Marjorie vraagt om de slides. Dat ga ik dus zeker doorsturen, Marjorie. Ik moet wel zeggen, ik heb morgenavond nog een workshop die ik moet mag presenteren. Dat klinkt zo vies. Ik heb daar nog wel serieus wat werk voor. Dus het doorsturen van de link van de webcast en de slides zal vermoedelijk iets voor vrijdag zijn. Karin vraagt, worden de buy sells iedere dag geüpdate? En Karin vraagt ook de link. Wel, de link is dus dit, Karin, vectorvest.be/60 dagen. De buy sell holds inderdaad, dat wordt iedere dag geüpdate. Dus tijdens die webcast aan de slag met Vectorvest zeg ik ook hoe een aandeel op buy komt.
Dus sommige mensen zeggen mij, oh, ik koop enkel aandelen die van hold naar buy gaan. Dat zou ik nu niet doen. Waarom? Waarom moet u een aandeel kopen dat vandaag op buy stond en gisteren op hold? Terwijl er misschien topbedrijven zoals Adobe al weken op Dollar General, al weken op buy zijn. Dus kijk toch eerst naar de fundamentals. Zit het aandeel terug in een stijgende trend? Daar zou ik eerder naar kopen. En niet echt aandelen die specifiek vandaag op buy stonden. Yves stelt de vraag, op hoeveel plaats je het beste een stop los? 10 of 15%? Wel, Yves, u kiest. Onze Vectorvest stop los houdt rekening met het 65-daags voortschrijdend gemiddeld, maar rekening houdend met die fundamentele analyse. Dat maakt dat heel sterke aandelen veel minder snel op sell zullen springen en zwakke aandelen, verlieslatende bedrijven, die gaan veel sneller op sell springen. Dus dat is de Vectorvest stop los. Maar ik heb abonnees van mij, die al jaren abonnee zijn, die zweren bij hun trailing stop los van 16%. Dus dat mag ook. U bepaalt het dus zelf. Ja, van die fase 7 en 8, dat zal ik u doormailen. Dan kan u dat rustig bekijken, Yves. Ik ga eens kijken. Ja, Bart, geen AB-Inbev volgens Vectorvest, Heineken dan maar. Ik heb helaas niet de tijd voor allemaal individuele aandelen te gaan bespreken, maar ik wil dat wel persoonlijk eens doorsturen als u dat wenst. Ja, Rudy zegt, ik zie dat bij vele kwaliteitsaandelen de Vectorvest-indicator wel op sell stond. Dat is inderdaad, Rudy. Al die topaandelen stonden op sell, maar dan ga ik toch wel heel graag terug naar mijn slide die zegt dat op 23 maart dit jaar dat onze sentimentsindicator en onze momentumindicator op het allerlaagste niveau stond sinds de financiële crisis van 2008. En dat zijn momenten waarin u voorzichtig toch wel aandelen, kwaliteitsaandelen, zou kunnen gaan overwegen. Goed wetende dat als u aandelen koopt die op sell staan, of tijdens al onze down-signalen, waarbij al onze signalen op down staan, u loopt ook vandaag nog altijd het risico dat we een lagere low krijgen. Niemand weet het. Ik denk dat de centrale banken wel voor veel tussen zitten. En men heeft altijd gezegd, don't fight the Fed. Maar inderdaad, als u gaat wachten op een buy-signaal, dan gaat u altijd later zijn. Daarom dat ik voor mijn eigen ook aandelen perfect durf kopen die op hold staan. Of, zoals nu eind maart, aandelen die extreem hard waren afgestraft. Zoals die Rostoers. Als zij 3 weken hun winkels moeten sluiten, rechtvaardigt dat een daling van 55%. Op die moment denk ik echt, dank u corona, enfin, corona zo bedoel ik het natuurlijk niet, maar dank u wel coronacrisis voor hier wel mooie opportuniteiten voor mij als belegger te kunnen oppikken. Iedere recessie, iedere crisis, denk aan de financiële crisis, kon u aandelen op belachelijk lage waarderingen oppikken. Apple in 2008, min 56%. Maar u loopt wel vanzelfsprekend dus meer risico. Laat eens kijken. Nou, ik heb zoveel vragen. Ik zou voorstellen dat ik, want we zijn bijna aan de 2 uur, hè, ik stel voor dat ik alle vragen die persoonlijk zijn binnengekomen via de chat en via mail, dat ik die persoonlijk antwoord. Dat gaat vrijdag, zaterdag, zondag zijn. Want ja, de webcast mag eigenlijk maximaal 2 uur duren en we zitten bijna aan die 2 uur. Dus ik denk dat ik het zo ga doen. Het is voor mij onmogelijk om hier alle vragen te behandelen, hoe interessant, hoe leuk ze ook zijn. Ik zal u allen de link sturen, zodanig dat u de webcast desgewenst kan herbekijken. Ik zal u ook de slides dus doorsturen. Als u vragen heeft, contacteer ons in het Nederlands, gewoon op belgium@vectorvest.com. Al uw reacties, ook over deze webcast, mag u ook doormailen naar belgium@vectorvest.com. Het is de eerste keer dat Vectorvest een webcast presenteert in samenwerking met de VFB. Wij zijn benieuwd wat u ervan vond en of u dit initiatief graag zou herhaald zien worden. Goed, ik wil u allemaal heel graag bedanken voor uw aandacht. Ik wens u nog een fijne voortzetting van deze woensdagavond en heel graag tot een volgende keer.